Als Planbureau voor de Leefomgeving hebben we onderzoek gedaan naar het Nederland van na corona. Hoe werkt, woont en reist de gemiddelde Nederlander? We vroegen het de mensen op straat. Ja, heel veel thuiswerken natuurlijk. Op het moment dat je zeg maar een kantoorbaan hebt, dan is toch het devies thuiswerken tenzij. Ik ben gestopt met werken vlak voor corona. Dus ik ging werk zoeken toen corona net begon. Dus toen dacht ik al, oeh shit. Maar ik heb wel werk gevonden, maar ik ben ingewerkt bijvoorbeeld met thuiswerken. Dat was heel erg lastig. Ik vind nog steeds, ik ga nu naar werk, maar ik weet dat er bijna niemand is. Dus ik ken mijn collega's minder goed. De manier waarop ik gesolliciteerd heb naar vacatures is wel beïnvloed door de coronatijd. Ik ben nu actief meer gaan zoeken naar vacatures met klantcontact. En meer contact met de samenleving in zijn geheel. En daarom dat ik nu in een winkel werk. Ik werk in het ziekenhuis, dus ik moet op de werkvloer aanwezig zijn. Dus ik heb niet thuis gewerkt. Wat je merkt is dat daardoor de taak- en rolverdeling thuis ook, zeker als je kinderen hebt, eigenlijk mondjesmaat verandert. Dus ja, de balans tussen, de klassieke mannelijke rol, klassieke vrouwelijke rol, die is best verschoven. Waardoor je eigenlijk je kinderen op een hele andere manier meemaakt en dat is ook weer een stuk rijkdom. De uitvoering kan niet thuiswerken. De werkvoorbereiding wel, die bereiden dus alles voor, die kunnen thuiswerken. Maar wij hebben hier altijd mensen hier lopen, dus wij kunnen thuis. Altijd moet hier iemand zijn. Ik heb 1,5 jaar thuis gewerkt, dus op een gegeven moment komen de muren op je af en dan heb je het ook allemaal gehad. Heb je behoefte aan sociale contacten, met je collega's, interacties. Dus ik heb zelf gekozen om naar kantoor te gaan. Wij zijn wel door blijven rijden, ook in de coronatijd. Met alle voorzieningen. En midden instappen, mondkapjes in de bus. Bus elke keer schoonmaken als de groep eruit gaat enzovoort. Ja, ik heb de baas heel lief aangekeken van joh, mag ik alsjeblieft naar kantoor komen gaan. Ik heb het een week geprobeerd thuis te werken, maar ik woon hier best wel klein. En de muren kwamen op me af en ik dacht echt van nee, dit werkt voor mij niet. Ik woon met een huisgenoot, dus ik zit dan aan de keukentafel, zij werkt in haar kamer. We hadden 1 studeerkamer en die pikte ik dan heel graag snel in. En dan wisten we af en toe eventjes, als het dan echt nodig was, hij had even rust nodig. Dan ging hij boven zitten en anders ging ik boven zitten. Zo probeer je een beetje het beste te halen uit de situatie. Ik heb een auto aangeschaft om met eigen vervoer naar kantoor te kunnen gaan. Kreeg van werk een extra scherm en toetsenbord en muis. Dus die zet ik dan 's ochtends neer en dan probeer ik hem ook aan het eind van de dag weer weg te halen. Zodat de keuken wel echt ook een relaxplek is. We hebben een groot huis met een tuin. Het eerste wat we ook kochten toen met de lockdown was een trampoline. Zodat de kinderen gewoon lekker buiten konden springen. En dat werkte heel goed. Ik was als verhuis voor thuiswerken, want ik woonde alleen. En toen ben ik met een vriend van mij gaan samenwonen die ook ging thuiswerken. In een wat mooier groter appartement. Een goede tafel aangeschaft en ook gewoon zo'n brede monitor, weet je wel, zodat je makkelijker kan werken. I hope it's possible to still have some flexibility in working, to have some time at home, but I do see the benefit in being at the office for the majority of the week. So I'd be happy to sort of stay at home 1 day a week, 2 days a week, if it's possible. Ik denk dat mensen meer thuis gaan werken en dat het als normaal wordt beschouwd, omdat het werk gewoon gedaan kan worden, net zo goed vanuit huis. Ik denk dat de werkgever nu ook wel ziet dat je thuiswerken ook gewoon prima werkt. Dus dat je ook gewoon af en toe thuis kan zitten een dag als je denkt, nou, dat werkt. De universiteit is daar sowieso ook wel iets flexibeler in, omdat je soms gewoon schrijfdagen hebt, je moet je onderzoek doen, dan ben je er sowieso niet op kantoor. Voor het onderwijs hoop ik wel echt dat we gewoon wel steeds wel echt vol kunnen gaan naar de volledige capaciteit. Studenten die allemaal gewoon kunnen komen als ze willen naar college. Dat je ze ook gewoon on-campus kan ontmoeten, dat je met ze kan praten. Het werkt toch eigenlijk wel beter. Het gaat nou al steeds beter. Het wordt steeds drukker in bus en tram, gelukkig, hè, voor de bazen. Dus en voor ons, want het is ook belangrijk voor ons dat het natuurlijk weer drukker wordt. Voor behoud van je baan natuurlijk. Het Rijk gaat voor 50-50 waarschijnlijk. Ja, hybride werken noemen ze dat. Dus, en misschien wordt het maatwerk. Want ik heb ook collega's die vinden het ontzettend prettig om thuis te werken. Je kan natuurlijk veel meer. Je kan, als je aan een stuk moet werken, is thuis een ideale omgeving, is wat rustiger. Maar we gaan naar hybride werken, want het levert voordelen op, ook voor het milieu.
qua reizen. Niet meer in de file staan, niet meer anderhalf uur in de trein zitten om naar je werk te gaan. Voor zover mij die mogelijkheden geboden worden, blijf ik meer thuiswerken. Graag zelfs, ja. Omdat je gewoon veel... Het biedt meer flexibiliteit. Ik hoor dat wel mensen soms wel de verhouding 3-2 willen. Dus drie thuis of twee werken, zeg maar, twee op kantoor. Maar voor mij is het denk ik 4 dagen op kantoor, 3 dagen als het echt moet, maar niet minder, zeg maar. Ik wil wel echt graag wel gewoon op een kantoor zitten. Ja. Ja, en collega's zien, want daar gaat het uiteindelijk om. Ja. Welkom, welkom allemaal thuis. Welkom hier in de zaal. Wij zijn met z'n allen bij elkaar, zowel thuis als in de zaal, bij de Nacht van de Leefomgeving van het Planbureau van de Leefomgeving. En het Planbureau heeft onderzocht wat de gevolgen en voor werken, wonen en reizen zijn in tijden van corona. Wat de trends en de trendsbreuken waren en wat we vooral moeten houden en misschien ook moeten loslaten om wat voor elkaar te krijgen. Ik ga erover in gesprek met mensen die beleid maken, adviseren, besturen, die erover gestudeerd hebben. Dat doe ik hier aan tafel. En ik wil ook heel graag met jullie in gesprek, want in zo'n hybride vorm, want dit is dus het nieuwe congres, daar zitten jullie dan. Ik zeg het even tegen de mensen in de zaal, jullie zitten tot 9 uur, zitten jullie hier. Dus dat vraagt wat van jullie zitvlees en dat vraagt ook wat van hun blaas, beste mensen thuis. Jullie kunnen je gang gaan. Maar van deze mensen, als het nodig is, jullie zijn dismissed. Dus graag wel terugkomen. Dat is wel fijn. Ja. Ik ga dus hier aan de tafel in gesprek, maar ook met jullie in de zaal en thuis. Want jullie hebben vast wat hier op de stoeltjes, maar thuis ook wat instructies gekregen om de chat te gebruiken. En ik ga proberen om jullie vragen af en toe mee te nemen. Mijn naam is Astrid Feiter. Ik ga jullie door de avond leiden. En ik wil eigenlijk heel graag beginnen met de gastheer van vanavond, de directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving, Hans Mommaas. Zou je bij me willen komen? Want Hans, ja, jullie hebben dit prachtige... rapport gemaakt. Er is al veel publiciteit over geweest. Ja, daar gaan we nu niet op in. Maar gedurende de avond zal dat vast wel hier en daar naar voren komen. Dat is mooi. PBL, even nog voor de mensen die dat niet weten. Het is een nationaal instituut voor strategische beleidsanalyses. Hè, rondom op het vlak van milieu, natuur en ruimte. Jullie kijken hoe het staat met de fysieke leefomgeving. Kan het gaan om stikstof, om andere zaken. Ja. En jullie kijken ook wat voor gevolgen er voor beleid zijn op de alledaagse fysieke leefomgeving. En dan hebben we het over wonen, werken en mobiliteit. Dat is ook precies waar dat rapport over thuiswerken over gaat. Ik hoef het niet meer toe te lichten. Nee, ik heb het allemaal al voor je gezegd. Maar dit is een jaarlijks evenement. Het is een soort traditie aan het worden. Wat willen jullie daarmee? Nou, het is 1 keer per jaar. Dus het is eigenlijk georganiseerd rondom de balans. 1 keer per 2 jaar geven we de balans de leefomgeving uit. Dat is een soort van integraal... de staat van de leefomgeving in Nederland. En er is al voor mijn tijd, door mijn voorganger bedacht, dat we dat niet alleen maar in Den Haag moeten houden, maar dat moet gewoon breed worden gedeeld met ons netwerk. En we wilden ook buiten Den Haag dat presenteren. Dus toen is er gekozen op een gegeven moment via wat omwegen voor Pakhuis de Zwijger. Ja. En daar is eigenlijk een traditie begonnen. Dus het is elk jaar, de nacht, is Pakhuis de Zwijger. Met al die mooie schermen eromheen en zo. Dus. Maar nu zitten we in de pro. Maar nu zitten we dus inderdaad in Amersfoort. Ja, en het begon te kriebelen op een gegeven moment. Ja. Van, weet je, routines. Het is toch goed om af en toe zo'n routine te doorbreken. Okay. Coronatijd, moeten we niet dieper het land ingaan? Ja. Moeten we eens een keer gaan proberen om? Nou... En zo zijn we dus in de productfabriek terechtgekomen hier in Amersfoort. Dus het heeft ook een beetje te maken met corona, hoor ik. Even, want thuiswerken en de gevolgen van corona, waarom hebben jullie daarvoor gekozen? Waarom hebben jullie dat in het vizier willen? Nou, we hebben dus ons tijdens de hele coronaperiode als Planbureau voor de Leefomgeving bezig gehouden met de consequenties van corona voor de fysieke en de ruimtelijke leefomgeving. Uh-huh. Dus we hebben ook gekeken naar wat doet dat met broeikasgasemissies, wat doet dat met stikstof en wat doet dat met grondstoffengebruik en zo. Maar nadrukkelijk ook gekeken naar wat doet dat met de wonen, werken, mobiliteit. En daar ligt een aantal urgente vraagstukken. Hè? Want in het verlengde van zeg maar even woon-werkverkeer heb je natuurlijk ook voor de woningmarkt, de vastgoedmarkt, de druk op de stedelijke woningmarkt, over bereikbaarheid, over congestie, files enzovoort. Dus we dachten, nou, dit is toch een belangrijk thema om eens wat verder uit te diepen. En dat heeft dus geleid tot deze studie. Ja, want heeft het ook gevolgen persoonlijk voor jou gehad bijvoorbeeld? Ben jij minder... Corona? Ja, nou ja, thuiswerk ben je meer. Ja, nee, niet alleen voor mij persoonlijk. Het hele instituut, dat zal anderen niet vreemd zijn. Dat hele instituut is natuurlijk gewoon thuis gaan werken. Jullie mochten niet meer op het instituut komen? Nee, maar ook
Maar, nou ja, dat is de gebodskant. Maar wat ik nog veel interessanter vind, is dat we met z'n allen, niet alleen bij het PBL, maar breder ook, in staat zijn geweest om binnen 1-2 weken... werkelijk een fenomenale draai met elkaar te maken. Ja, want er was natuurlijk al een als het gaat om thuiswerken, een ontwikkeling gaande. Ja. Hè, door internet en fantastische verbindingen. Ja. En dit kwam er nog eens bovenop. Dus dat was inderdaad die accelerator. Nou ja, maar wat je zag dus, was dat iedereen meteen weer allerlei visioenen kreeg van nieuwe toekomsten. Hè? Ja. Want dat hebben we met internet ook gehad. Hè? Internet jaren 80, 90 of zo. Allerlei grote idealen over de end of space. Hè? Dus het einde zijn van ruimtelijke differentiatie. Iedereen kon overal gaan wonen, want je kon vanuit overal werken. Ja. Work cottages in het groen en zo, enzovoorts. En het paradoxale is dus dat er niks van terecht is gekomen. Nee. Tegendeel heeft zich ontwikkeld. Iedereen trok naar de stad. Ja. Dus waar we vanuit internet dachten, iedereen gaat spreiden, het maakt niet meer uit waar je woont, ging iedereen gewoon naar die grote stad toe. Ja. En de grote vraag is natuurlijk nu, want we hadden weer zeg maar, in het begin van corona zoiets van, hey, dit gaat een hele andere tijd inluiden. We gaan anders nadenken over werken, de betekenis van de woonomgeving. De vraag is nou, weet je, ja, maken we het niet altijd te groot? Dat we grootse gedachten hebben, dat we zo ver kijken, dat we de kansen dichtbij niet zien. Nee, maar wat zijn de vragen die we ons dan wel moeten stellen? Nou, wat ik interessant vind, en dat zit ook in de publicatie, en dat zou ook echt een centraal onderwerp van gesprek moeten maken, is of we iets kunnen doen in die werkcultuur. Dus of we dat thuiswerken, wat we nu ervaren hebben, dat thuiswerken heeft veel negatieve aspecten, maar positieve aspecten, dat we dat thuiswerk iets kunnen normaliseren. Want als je dat thuiswerken kunt normaliseren, een normaal ding kunt maken waar je niet voor hoeft te verdedigen, maar dat het gewoon onderdeel is van de planning van het werk, dan blijkt gewoon uit de ontwikkelingen die we hebben meegemaakt dat je daarmee nou ja, het woon-werkverkeer, bereikbaarheid, absoluut kunt versoepelen. Niet dat mensen minder gaan rijden. Maar wat zijn dan de vragen die we onszelf moeten stellen, die hier ook centraal moeten staan? Hoe kunnen wij thuiswerken een normaal onderdeel maken van de organisatie van het werk in Nederland? Oké, die nemen we mee. Wat zou je willen dat er gebeurt überhaupt met de studie die jullie gedaan hebben? Nou ja, dat dit onderwerp van gesprek wordt. Ja. En dat we dat doortrekken naar een aantal andere lijnen. Want daar liggen naar de toekomst toe natuurlijk nog een aantal beslispunten. Uh-huh. Rekening rijden bijvoorbeeld. Uh-huh. De vergoedingen van het woon-werkverkeer. Ja, ja. Hè? En dat we in allerlei mogelijke manieren gaan proberen om die druk die op de file bestaat, iedereen om 8:30 het huis uit om 9:00 op het werk te zijn en dan staan we met z'n allen in de file, dat we daar wat relaxter mee kunnen gaan omgaan. Ja. Zodat je gewoon, weet je, om 9:30 met je mailtjes thuis begint en dan tegen 9:30 eens naar je werk gaat. Ja, en dat dan heel niemand zegt goedemiddag als je om 10:00 thuis bent. Voor, moet er wel bij zeggen, voor waar dat kan. Hè? Ja, want er is natuurlijk een heleboel werk waar dat niet kan. Maar daar komen we natuurlijk over te spreken. Ja, prima. Hans, wij komen aan het eind van de bijeenkomst, kom ik nog bij terug. Tenminste, jij komt hier dan weer aan tafel. Dank je wel voor zover. Ja. En wat betekent het voor jullie thuiswerken? Dat wil ik aan de mensen in de zaal vragen, maar ook aan jullie thuis. Dus ik heb de opdracht gekregen om te zeggen, 7 minuten gaan jullie met elkaar in gesprek thuis, onder leiding van Edwin Buitelaar, hij is van PBL, over wat jullie hebben gedaan. Het is een soort enquête en hij komt terug straks om te vertellen wat jullie thuis hebben ervaren als het gaat om thuiswerken. Dus ik zie jullie over 7-8 weer terug. Tot zo, dankjewel. En hier in de zaal, jullie ook, want jullie gaan met elkaar in gesprek, dat we zeggen in kleine groepjes. Er ligt op jullie stoeltje, ligt inmiddels een vraag. Ik geloof dat de ene kant van de zaal moet met elkaar gaan praten over het woongedrag, wat corona heeft voor het wonen heeft betekend en wat voor invloed het heeft gehad. En de andere kant met elkaar heeft, wat heeft het voor jullie reisgedrag betekend. Dus willen jullie daar eens met je buurman, buurvrouw, mensen die achter je zitten, kort over in gesprek gaan en dan gaan we straks terugkoppelen wat daarover gezegd is. Jullie hebben ook 7 minuten, dus ik hoor jullie zo terug. Een iPad krijgen. Ja, dames en heren thuis, ik denk dat ik al in beeld ben, ook te horen ben. Er is hier even een heel klein misverstand. Wij zouden een iPad krijgen aan de hand waarvan wij vragen en antwoorden met u zouden kunnen delen. En om wat voor reden dan ook, is die er nog niet. Maar hij zou er elk moment moeten kunnen komen. Kijk, hij komt er aan. En hij komt er aan. Nou, dat is hartstikke mooi. Dankjewel. Welkom iedereen thuis bij dit vrij korte intermezzo. We gaan zo meteen natuurlijk luisteren naar collega's van ons die wat gaan vertellen over het rapport. We gaan ook allerlei andere mensen horen, dus dan zitten we voor een deel allemaal een beetje in de luisterstand. Al kunnen we natuurlijk via de chat ons daar ook mee bij mengen.
of inmengen. Maar we willen eigenlijk om te beginnen even u activeren. Toch even in beweging brengen van wat doet dat hele thuiswerken en alles wat daaromheen zit met uw leven, met uw werk, met uw woonsituatie, met uw reisgedrag. Dus dat willen wij eigenlijk gaan doen. Wij zijn twee auteurs van het rapport Thuiswerken en de gevolgen voor wonen, werken en mobiliteit. Mijn naam is Edwin Buitelaar. En wie bent u? Mijn naam is Danielle Snelle. Ik ben dus ook een van de auteurs. Leuk dat jullie er allemaal zijn. En we gaan eens even kijken wat jullie antwoorden zijn op een aantal vragen die wij bedacht hebben. Die verschijnen, als het goed is, automatisch in jullie beeld. En dan kunnen jullie daar antwoord op geven. En we gaan eens langzaam beginnen met de eerste vraag. En dat is eigenlijk een hele, nou ja, recht toe, recht aan vraag met een ja-nee antwoord. Werk je nu meer thuis dan voor corona? En nou, wij zijn benieuwd naar jullie antwoorden. Te ja, dan te nee. Even kijken. Nou, dat gaat al hard. We zitten 100% op ja. Ja. Of dat is pas één persoon? Nee, want we hebben al 44 antwoorden binnen. Oh, dat kun je daar zien. Ja, dus ja. Dat... Nee, dat gaat goed. Dus dat gaat heel we hard. We zitten bij... 100% ja, nog steeds. En we zijn al over de helft. Ja, kijk, daar... beginnen wat andere antwoorden binnen te komen. Nu kan dit wel natuurlijk betekenen dat mensen altijd al thuis werkten? Ja. Of? Nee, dat ze daar... Volledig werk je nu meer thuis dan... Ja, nee, dat betekent dat ze hiervoor minder thuis werken. Ja. Dus, nou, dat is op zich geen raar antwoord. Ik zie het nog steeds vrij hoog liggen, dus ik verwacht niet dat het nog onder de 50% zakt. En dat is wel interessant om te zien... want dit is natuurlijk wel een heel ander percentage dan dat wij in de algemene cijfers voor Nederland hebben gezien. Ja. Daar komen we straks ook nog wel even over te spreken. Maar daar zien we dat 60% van de mensen nooit thuis werkt. Dus dat is wel een. In ieder geval voor corona niet. Nee, nee precies. Ja. Dus we hebben een selectieve populatie. Ja, dus dit is de groep die in staat is om thuis te werken, die dus een functie heeft die daarbij past. Nou, er komen nog steeds wat antwoorden binnen, niet zo heel veel meer. Dus ik denk dat we eens doorgaan naar de volgende vraag. En dan gaan we dat iets verbijzonderen. Hoeveel werk je nu dan thuis? En daarbij hebben we een aantal percentagecategorieën. Want niet iedereen werkt fulltime. Dus kan je het even relateren aan je contractduur of je normale, reguliere werktijd. Dan gaan we eens even kijken wat daar binnenkomt. Nou, dat zijn ook behoorlijk hoge percentages, zie ik verschijnen. Dus, nou, dat past ook wel een beetje bij een groep die in staat is om thuis te werken. En die daar goed toe in staat is. Ja. Nou, het was eerst dat 100% het hoogste score, maar we zien nu toch ook wel wat categorieën, dat de categorie 80... Maar nog steeds veel, zeg maar. Maar wel heel veel, ja. Ja, er is een kleine groep die 20% thuis werkt. Ja, ook dit is duidelijk een ander patroon dat wij bij de gemiddelde Nederlander zien. Ja. En dat is toch altijd wel interessant. Het is toch verleidelijk om te denken dat anderen doen wat jij doet. Ja, en, dat we is zitten lang, allemaal in een bubbel. Ja, dat is lang niet altijd het geval. Dus... Dan stel ik voor dat we naar de volgende vraag gaan. En dan verschuiven we de aandacht een beetje naar de woonsituatie. En dat is de vraag, wat is er veranderd aan je woonsituatie vanwege het thuiswerken? Dus sinds, laten we zeggen, maart 2020. En daar mogen jullie dus open antwoorden geven. Dat is een open vraag. Dan gaan wij kijken wat er allemaal oppopt. Een verbouwing, een werkkamer... Niets. Ja. Groter. Dat kan betekenen groter wonen. Zou kunnen. Hobbyisme. Dat is een interessante. Klussen aan huis. Misschien dat daarmee bedoeld wordt. We hebben ook al een verhuizing. We hebben ook een verhuizing. Betere thuiswerk plek ingericht. Ook de keukentafel komt op. Een scherm. Veel werkkamers volgens mij ook wel. Ja. Werktafel. Maar het meest voorkomende is toch dat grote woord in het midden. Niets. Niets. Ja. Oh ja, tuurlijk. De grootte van het woord zegt iets over hoe vaak het voorkomt in dit verband. Ja. Dus, ja.
Dit duurt natuurlijk even wat langer voordat mensen dat hebben kunnen typen. Ja, mensen moeten even nadenken, even intypen. Dus dat geven we nog wat tijd. Ja. Maar het grote niets blijft nog steeds... Niets. Niets. Ja, maar de werkkamer wordt wat groter. Ja, de werkkamer wordt groter, ja. Nou ja, of die echt groter wordt, dat weet ik niet. Ja, of is die extra, die werkkamer, of is die groter? Ja, is die nieuw ingericht? Ja. Is er iemand zijn slaapkamer uitgebouwd? Ja. Zijn er hobbykamers opgegeven? Uit huis gestuurd, iemand? Ja, allerlei varianten zijn hier mogelijk. Ik denk dat we even door moeten naar de volgende. Want, en dat is, wat ga je nog veranderen aan je woonsituatie vanwege het thuiswerken? Ja. Dus meer toekomstgericht, wat gaat er nog gebeuren? Nou, misschien komt hier ook wel gewoon niets. Loop ik dan vooruit? We sluiten het niet uit, voorlopig wel. We komen daar straks natuurlijk nog op terug. Maar dat zijn wel herkenbare antwoorden, kan ik zeggen. Ja. Dus, Nou, hier zijn ook nog wat kleine wensen. Ik zie weinig grote wensen. Ik kom een paar keer verhuizen. Toch nog een verbouwing. Maar over het algemeen zijn het dingen in de bestaande woonsituatie. Zie ik. Dus als ik dan even een blik op de tijd werp, dan gaan we denk ik ook nog even naar het onderwerp wat vandaag wel heel veel in de media is geweest. Ja. En namelijk wat het reisgedrag en de mobiliteit. En de eerste vraag daarbij is ook weer een hele simpele. Is je reisgedrag veranderd? Nou, die moeten we vrij snel antwoord op kunnen krijgen. dat gaat ook... Kijk, nou, de meeste mensen zeggen daar ja. Nou, dat is... op zich een plausibel antwoord. Als we net zoveel mensen hadden die zeiden dat ze thuis zijn gaan werken... of meer thuis zijn gaan werken dan voorheen... is dit wel een heel plausibel antwoord. En het loopt ook snel binnen. Dus dan is de vervolgvraag, en dat zal jullie niet verbazen... is wat is er dan veranderd aan jullie reisgedrag? En daar bieden we wat opties voor. En ik ben wel benieuwd of die een beetje aansluiten bij jullie belevingswereld. En hier kunnen mensen dus meer antwoorden geven. Dus dat auto gekocht, gaat dus ook, ga de stad niet meer uit. Ik omzeil de spits meer. Ja. Ik ga vaker wandelen. Ja. Vlieg minder. Ja, ook die komt best vaak voor. Ja. Dus, dit is ook mooi om te zien. Die laatste is natuurlijk een open deur. Ik ga minder naar mijn werk. Dat zou heel raar zijn geweest als die er niet uitkwam. Het wandelen en fietsen is ook wel een opvallende. En dat hebben we in het onderzoek ook wel gezien. Dat een populaire activiteit is geweest in de afgelopen periode. Maar ik vind het ook wel opvallend dat vliegen toch wel vaak genoemd wordt. Was niet onderdeel van ons onderzoek. Is ook niet echt een dagelijkse verplaatsing, tenminste voor de meeste mensen niet. Nee, maar toch. Maar het is wel duidelijk dat die eruit komt. Ja. Ik denk dat we naar de laatste vraag moeten, want de tijd begint ook een beetje te dringen. En die vind ik eigenlijk ook wel heel erg interessant. Nou, dan gooien we die er nog in. Ja, doen we nog even snel, toch? Ja. Denk je dat je over 2 jaar net zoveel thuis werkt als nu? Ja, daar hebben we het vandaag ook uitgebreid in de media over gehad. Als dat inderdaad zo is, dan zou dat voor dat mobiliteitssysteem... en voor mobiliteitsgedrag een behoorlijk effect kunnen hebben. Maar is dat ook zo? Ja. Ja, maar je werkt al snel minder thuis dan 100%, hè? Ja, ja. Ja, dus dit is misschien wel een... Maar ik zie toch ook nog best een grote groep die zegt... ik denk dat ik over 2 jaar net zoveel thuis werk als nu. Ja. Dus toch een aantal mensen die dan denken nog steeds nagenoeg fulltime... Ja, je weet natuurlijk niet uit welke categorie die van daarnet komen. Hè? Maar dat was sowieso bijna 100 natuurlijk. Dus dan... Dat is wel interessant. En we hebben ook nog een enkele respondenten. 1,2% zie ik hier in beeld staan. Die zegt dat hij meer denkt thuis te werken over 2 jaar. Dat is, dat is ook interessant. Zou diegene met pensioen gaan? Of, werk je dan thuis? Ja, dat is een goede vraag. Nee, weet ik dus ook niet. Nee. Kwestie van interpretatie. Ja, daarmee is dit onderdeel afgerond. En neem ik aan dat onze dagvoorzitter ons zometeen weer meeneemt naar het plenaire programma. Ja.
dank voor uw betrokkenheid. Mooi, mooi, mooi. Kijk. We zijn weer terug, beste mensen. Sst. Dames en heren, we zijn weer terug. We zijn weer terug. We zijn weer terug. We zijn weer terug. U hoort het en ik weet niet hoe het thuis bij u is gegaan, maar hier is het een levendige discussie en het is best moeilijk om ze allemaal een beetje rustig te krijgen. Maar ik ga het toch proberen, want we gaan verder met het... En ik ben heel erg benieuwd, Jan-Willem, kom jij erbij staan? Maar ik wil eerst eigenlijk kijken naar iemand uit de zaal. Want aan deze kant werd het reisgedrag onderzocht. Hebben jullie het over het wonen gehad? Het reizen. Is er iemand die er iets over zou willen zeggen? Ga staan, want dan, wat hebben jullie besproken en wat kwam er eigenlijk uit? Met wie heb je gesproken? Ik heb gesproken met Rienk. Rienk werkt bij het PBL. Ik heb gesproken met Stijn. Stijn is net als ik een student aan de Universiteit Utrecht. En wij hebben inderdaad het reisgedrag besproken. Als ik begin bij Stijn en mezelf. Stijn en ik zijn dus allebei student. We hebben in het coronajaar allebei praktisch geen fysiek onderwijs gehad. Dus mijn reisgedrag was van mijn bed naar mijn bureau. Dat is een goede meter. Dus dat is wel flink afgenomen. En voor Rienk praten we over een afstand van Wageningen tot Amsterdam, als ik me niet vergis, en Den Haag. Dat is ook bijna weggevallen. Rienk heeft wel langer uit kunnen slapen, maar is wel meer gaan werken. Maar heeft ook meer de auto gepakt, wat hij voorheen bijna nooit deed, naar natuurplekken, meren. Om in ieder geval het natuurschoon in Nederland ook eens te bewonderen, wat niet met het OV te bewonderen valt. En wat we ook zagen is dat ik bijvoorbeeld heel inconsequent naar mijn ouders reisde om de was te doen of whatever. Nu zit ik weer gebonden aan mijn 9 tot 5 schema, een reisje van vrijdagavond tot zondagavond. En dat zijn wel veranderde dingen die meteen nu aan het eind van de coronacrisis met fysiek onderwijs weer zijn omgeslagen. Ja, jullie, dus. Ben jij weer terug bij zeg maar 2019 toen je ging studeren? Hetzelfde patroon of niet? Dat niet helemaal, want ik heb nog steeds... Microsoft Teams is nog steeds wel erg populair onder docenten. Dus, ja. Ja, onder docenten? Ja, onder docenten. Ja, want jij wil het liefst waarschijnlijk wel naar de universiteit. Ik weet niet waar je zit. Ja. Nee, ik zit in Utrecht. Ik ben er persoonlijk niet een heel groot voorstander van. Maar het is een ontwikkeling. Ja, ja. Oké. Okay. Dank je wel. Maar ja, dat is in ieder geval onze visie op ons reisgedrag. Ja. Mooi, dank jullie wel. Misschien een andere ervaring. Hoe was het bij jou, Jan-Willem? Edwin. Oh, Edwin. Ja, maar ik luister ook naar Jan-Willem. Maakt niet uit. Nou, doen we vandaag Jan-Willem. Jan-Willem, hoe was het bij jou? Nou, ik weet niet of het opvallend is, maar het is wel duidelijk geworden in dit korte vraaggesprekje dat dit een congres is over thuiswerken voor thuiswerkers. Oh, ja. Want vrijwel iedereen is meer thuis gaan werken dan voor corona. Meer dan 70% werkt meer dan 80% thuis. In de woonsituatie, is trouwens interessant, vond ik wel, gebeurt bij de meeste mensen helemaal niets. Dus geen verbouwing of geen werkkamer of iets van een verschuiving. En ook interessant, verwachten veel mensen ook niet dat ze dat gaan doen. Reisgedrag is uiteraard veranderd. Verwachten mensen wel weer dat het voor een deel terug gaat keren naar voor corona, maar toch nog wel altijd een stuk minder dan daarvoor. Oké, ze verwachten wel een blijvend effect, mensen die met ons meekijken. Ja, ja. Okay. Bescheiden. Ja, dat is mooi. Ik wil een reactie uit de zaal over hoe het was met het wonen. Wie wil daar? Jij wil daarop reageren. Ja, laat het zien. Wat hebben jullie besproken? Met wie was je in gesprek? Je kan hem iets... Nee, maar Marieke, ik hoop dat hij... Ja, je kan hem eens kijken. Ik ben niet zo lang als de student hier. Nee. Mijn naam is Nelleke. Ik was in gesprek met Pim en Marieke. Ja. En wij hebben het inderdaad gehad over onze woonomgeving, ons huis. En in hoeverre dat hetzelfde is of anders is. En we hebben geconstateerd dat we allemaal aan de keukentafel zijn begonnen. Met partners en kinderen en iedereen eigenlijk. En dat toch wel vrij rap dat niet helemaal meer werkte. En we hebben dus nu ook wel allemaal werkplekken voor ons. Niet iedereen in ons gesprek had kinderen. Dat is dus ook al wel gezien als een voordeel. Dat je die niet ook nog hoeft te huisvesten als de scholen dicht zijn. En dat was iets waarvan wij hebben gezegd, dat is wel echt een lastige geweest tijdens dat thuiswerken. Dat iedereen thuis was.
Vooral omdat je als ouder gewoon thuis heel moeilijk dan kan wegstappen van ook ouder zijn. En dat maakt het wel heel zwaar. Zelfs al heb je inmiddels een eigen werkplek gecreëerd weg van die kinderen. Ja. Dat is iets waarvan we hopen dat het niet echt meer terugkomt. Dat het weer terugkomt, ja. Of we thuis echt zo vast thuis blijven werken, nu die werkplekken er zijn. Daar zijn we wisselend over. Sommigen van ons wel heel duidelijk. Ja, maar jij, wat zou jij willen? Ik zelf hou wel echt mijn werkplek. Ik heb ook echt wel, zeker het laatste stuk, de mogelijkheid gekregen om een werkplek voor mezelf in te richten. En die hou ik wel aan, thuis. Ja. Maar hoeveel in procent? Hoeveel zou je thuis willen werken? Nou, ik zit wel op dat ik 65% zou willen thuiswerken. Ja. Okay. Waarbij het dus best wel afhankelijk is van hoeveel afspraken ik heb. Maar wat inderdaad twee van de drie wel zeiden, voor dat ene uurtje ga ik niet meer naar kantoor. Nee, dat is duidelijk. Dank je wel. Dank jullie wel allemaal voor de terugkomst. Dank je wel. Hoe heet die ook alweer? Ja. Dan gaan we nu naar het onderdeel thuiswerken kijken. En dat doe ik met Tanja van der Lippen. Zij is socioloog en zij is ook voorzitter van de Sociaal Wetenschappelijke Raad. Ze willen jullie zo meteen naar voren komen als jullie je naam horen. Esther Geuting, van directeur van de STEC-groep, een economisch adviesbureau over vastgoed. En Annette Weterings, zij is onderzoeker bij PBL. Maar we gaan eerst naar een filmpje kijken. Voor de uitbraak van de coronapandemie werkte ik af en toe een dag thuis. Maar sinds maart 2020 is mijn situatie eerder omgekeerd. In al die maanden ben ik nog maar 5 dagen naar kantoor geweest. Waar wij naar hebben gekeken is hoe uniek mijn situatie nu eigenlijk is. Geldt dit voor de meeste mensen of ben ik echt bijzonder daarin? Wat deze grafiek laat zien is hoeveel procent van alle werkenden in Nederland volledig thuiswerken, gedeeltelijk, dus af en toe een dag thuiswerken of nooit thuiswerken. We hebben dat uitgezocht voor elk kwartaal in de periode 2013 tot en met 2019. Wat je ziet is dat er in die periode een hele geleidelijke toename is geweest van het totale aandeel thuiswerkers. Willen we weten wat het effect is geweest van de coronamaatregelen, dan is het belangrijk om ook even te kijken naar de cijfers van 2020. Daar zien we dat, als we die erachter zetten, dan zien we eigenlijk een lichte toename in dat blauwe vak. Eind 2019 was het nog ongeveer 41% van alle werkenden. En in eind 2020 is dat percentage gestegen tot 46%. De toename is dus niet heel groot. Je ziet eigenlijk dat de grootste verandering te zien is in de groep binnen de groep thuiswerkers. Waar het percentage wat volledig vanuit huis werkt, net als ik eigenlijk, behoorlijk groter is. Wat betekent dit nu voor de toekomst? Wat kunnen we verwachten van het thuiswerken? Nou, allereerst dat voor een grote groep het versoepelen van de coronamaatregelen eigenlijk geen verschil gaat maken. Meer dan de helft van alle werkenden heeft eigenlijk altijd al op de werklocatie gewerkt. En dat is ook niet zo vreemd. Veel mensen hebben ook een beroep wat je niet vanuit huis kan uitvoeren. En voor hen was het dus ook geen optie om dat te doen. We hebben ook gevraagd aan mensen die een beroep hebben waarbij dat wel mogelijk is, wat zij verwachten voor de toekomst. En zij geven aan dat zij liever niet meer volledig vanuit huis werken, maar wel wat meer uren in de week willen blijven thuiswerken. Voor veel mensen biedt dat eigenlijk mogelijkheden om bijvoorbeeld werk en privé wat makkelijker te combineren. Dus heeft het ook voordelen, maar tegelijkertijd vinden ze het ook weer fijn om regelmatig collega's bij de koffieautomaat te spreken. Dus niet alleen voor individuen, maar ook voor de samenleving heeft meer thuiswerken voor- en nadelen. Aan de ene kant minder files, maar aan de andere kant ook minder uitwisseling van ideeën tussen collega's, wat op termijn de productiviteit van bedrijven kan verminderen. En de overheid zou ervoor kunnen kiezen dus om de juiste balans daarin te gaan vinden. En daarbij is het wel belangrijk om rekening te houden met dat ook voor mensen die in principe een beroep hebben wat vanuit huis kan worden geoefend, er nog grote verschillen zijn in of mensen dat ook willen en kunnen. Dus de overheid heeft ook een taak om te zorgen dat de mensen hun kans om de thuiswerkpotentie die ze nu hebben geboden gekregen, volledig te kunnen blijven benutten. Tot zover, Tanja, wij zagen jou al. Maar ik wil eerst... Annette, kijk wat die namen zeg. Annette, we zagen jou wel. Maar ik wil eerst vragen aan Annette en aan Esther. Sorry? Nee, ga gewoon door. Tanja, sorry. Ja, nee, geef niks. Ja. In één zin, of in één woord, is het rapport van het PBL, is dat herkenbaar voor jullie, Esther? Ja, met die verstande dat ik verwacht dat het effect op de kantorenmarkt groter gaat zijn dan in het rapport geschetst wordt. Oké. Tanja. Ja, het is super herkenbaar. We zien het ook uit eerdere studies. Zo'n 3,5 à 4 miljoen mensen werken thuis en zijn dat substantieel meer gaan doen. En inderdaad, het overgrote deel doet dat nog steeds niet. Nee. Maar we hebben het toch wel over een hele grote groep.
Ja, want over hoeveel mensen hebben we het? Als we het echt in aantallen gaan hebben, ja. Tanja, want het is dan 40% dus van de werkende beroepsbevolking. Ja, dus er werken 9 miljoen mensen in Nederland. En 3,5, je zei 46%, dus 3,5 4 miljoen zijn de mensen die thuiswerken. Dat is toch een substantieel aan. Dat zijn allemaal kenniswerkers over het algemeen. Hè? Want ik wil eerst met jou even door gaan praten over wat zijn dat nou, die thuiswerkers? En waar zitten de verschillen tussen de thuiswerkers ook? Daar wil ik met jou op gaan focussen. Ja, heel graag. Want die verschillen zijn namelijk enorm. Ja. Hè? En dat, dat vertelde jij ook al. En ik zou er, als het mag, graag twee uitlichten. Ja. Het eerste verschil is de mensen met veel en weinig digitale vaardigheden. Digitalisering heeft een vlucht genomen het afgelopen 1,5 jaar. En sommige mensen zijn gewoon veel beter in staat om thuis te werken dan anderen. Ja. Ik denk voor het komende debat belangrijk om dat mee te gaan nemen. En het andere verschil is tussen de nieuwkomers, vaker de jongere mensen in de organisatie, en de veel ervarene, vaak de oudere mensen in de organisatie. En voor hun, en dat bleek ook voor de coronapandemie, zij werkten al graag thuis, de ouderen. Comfortabel. Ze weten hoe de hazen lopen. Ze weten wie ze moeten benaderen, zeg maar. Welke baas ze moeten bellen als ze iets voor gaan, als ze zelf geen baas zijn. Maar die nieuwe medewerkers weten het niet. En in dit onderzoek en ook in veel ander onderzoek gaan we sterk uit van het individu. Maar ja, werken doe je niet alleen. He, werken doe je met collega's. En dit is ook echt iets om aandacht aan te besteden. Uit mijn eigen onderzoek blijkt, dat heb ik gedaan in teams, in bedrijven, dat hoe meer mensen om je heen thuiswerken van jouw collega's, hoe lastiger het voor jou wordt om, om goed te presteren, zeg maar. Dus dat zijn twee grote verschillen, denk ik, tussen de nieuwkomers, de ervarende, de sociale interactie die daarbij gepaard gaat. Waar doe je je ideeën op? Het koffiezetapparaat zag je niet alleen je collega's, maar ook degene die niet je collega was, zeg maar. Met wie je niet werkt. Een tweetjes maken over onderwerpen waar je anders niet zo snel voor iemand gaat bellen of zo. Van. Ja, en nu online zien we eigenlijk alleen nog maar onze directe collega's. Dus zo is ook de kans dat we in een bubbel komen. En nou hebben we het hier over werk. Maar dat kan natuurlijk ook gevolgen hebben voor de rest van de samenleving. Ja, en dat is dat tijdelijk niet zo erg. Of is dat maar voor op lange termijn zeg jij, dat moeten we niet willen? Op lange termijn denk ik dat we daar alert op moeten zijn. En zeker het beleid, de politiek, dat die hier rekening mee moet houden. Hoe kunnen ze daar rekening mee houden? Op wiens bordje zou dit bijvoorbeeld dan liggen? Ja, dit is een gesprek tussen de werkgever en de werknemer. Okay. Allereerst zou ik denken. En het andere gesprek is natuurlijk wat er met de overheid gevoerd moet gaan worden. Ja, hoe zit het met fiscale regelingen? Hoe zit het met juridische kwesties? Thuiswerken is nu nog, het is geen recht in Nederland. Je moet dat aan je werkgever vragen. En als die het goed vindt, dan mag het. Het is natuurlijk meer een soort opgelegd door de overheid. En het is misschien nu ook wel tijd om te kijken, zou het nu wel een recht kunnen gaan worden. En maar dan wel op zo'n manier dat het inclusief is. Ja. Dat iedereen mee kan doen. Ja. Die dat kan natuurlijk. Hè? Want er zijn natuurlijk in de transportsector, de schoonmaakbranche enzovoort. Even een vraag aan jou. Is thuiswerken ook echt wel voor iedere kenniswerker weggelegd? Hebben jullie daar eens over iets gezien in het rapport? Ja, nee. Ik denk dat ook daar nog verschillen in zitten. Dus ik eindig het ook met te zeggen, zelfs voor de mensen die dat een beroep hebben waarbij het in principe kan, niet automatisch zo is dat het prettig is. Net werd natuurlijk in de zaal een voorbeeld gegeven van als je kinderen thuis zijn, heb je niet echt een rustige plek voor jezelf. Een groot deel van mensen woont vrij klein behuisd. Dan heb je helemaal niet de kans om een eigen werkplek te creëren. Het heeft ook met welke werkcultuur te maken, of niet? Ja, daarnaast ook inderdaad in hoeverre werkgevers bereid zijn om... dus voor werkgevers is het heel dubbel. Dus aan de ene kant kan het natuurlijk best... er werd ook gezegd in de media, het zijn productiever de werknemers. Aan de andere kant inderdaad kan het wel degelijk uitwisseling van nieuwe ideeën en zo echt remmen. En dat zou op termijn ook wel negatieve effecten kunnen hebben. Je wilde nog een ander verschil belichten, hè? Tussen mannen en vrouwen, geloof ik, over heel thuiswerken. Graag. Of liever eigenlijk niet. De positie op de arbeidsmarkt van mannen en vrouwen is naar elkaar toe aan het groeien, dat weten we. Hè? En de opleiding van vrouwen is even hoog nu als die van mannen. Maar nu we meer zijn gaan thuiswerken, mannen doen dat nog steeds wat meer, omdat mannen nu eenmaal meer werken. Als ze thuiswerken, gaan vrouwen meer zorgen. En als mannen meer gaan thuiswerken, gaan ze meer werken. Ik denk, dit is een onbedoeld gevolg.
van het thuiswerken. Dus er wordt wel gezegd, ja, het is een mooie manier om werk en privé te combineren, tuurlijk. Ja. Maar laten we niet in een nieuwe ongelijkheid vervallen. Nee, terwijl uit die filmpjes dan blijkt van dat mensen, mannen wel zeggen van ja, het heeft mij wel dichter bij mijn kinderen gebracht of op een Precies. andere manier. Maar dat heeft er toch ook wel voor effect gehad. Maar je zegt overal gezien toch niet. Nou, aan het begin van de crisis, vorig jaar juni, was dat nog wel zo. Kwam dat ook al echt uit de gegevens. Uh-huh. Maar de rolpatronen in Nederland zijn hardnekkig, zou ik zeggen. Dus we zijn weer terug. En zelfs als we meer gaan thuiswerken, is dit echt wel, wat mij betreft, iets om alert op te zijn. Ja, mooi. Ik wil naar Esther. Ik wil naar jou. Esther, want wat heeft het die invloed van meer thuiswerken, dat ze met een beperkte groep toch meer zijn gaan thuisblijven. Ja. En een beperkte groep ook liever thuis wil blijven werken. En zeker. Meer thuis wil blijven werken. Wat heeft dat voor effect op de kantoormarkt? Want dat onderzoekt... Wat wij hebben gedaan is dat we in opdracht van het ministerie van BZK, en dat onderzoek dat loopt nog, maar dus ik kan je alleen de tussenstanden vertellen. Maar we hebben heel veel eindgebruikers gevraagd van, dus bedrijven gevraagd van, wat ga je nou doen met je kantoor straks? Ja. En ga je nou een ander patroon doen? Wat staat er ga veel je nou, leeg? Er staat veel leeg. Nog laten we zeggen ongeveer 10%. Nu al. En op het moment dat je naar corona kijkt en kijkt naar het vestigingsgedrag en de transacties nu, dan zie je bijvoorbeeld heel veel bedrijven die zeggen, ik heb een nieuw contract afgesloten, maar 40% minder. Ah. Dat zie je nu heel stevig. Ja. Geldt niet voor alle bedrijven. Het gemiddelde zit ongeveer op 20%. En als je kijkt naar de enquête, en die is veel groter, daarvan zeggen bedrijven, en ook hangt een beetje af van de sector en zo, IT'ers zeggen 40% minder. Maar gemiddeld zit dat ook op ongeveer 20% minder kantoorgebruik. Dat is super interessant. Ja. Want dus het gaat om minder kantoormeters. Ja. En tegelijkertijd wel een bestendiging van het patroon en een concentratietendens. Ook op bijvoorbeeld OV-knooppunten. Dus niet in het begin zeiden misschien makelaarskantoren met veel leegstaande kantoren op snelwegplekken. Zeiden misschien, dat worden helemaal de nieuwe kantoormilieus van de toekomst. Ja. Nou, dat zien de kantoorgebruikers eigenlijk niet. En eigenlijk is de kans heel erg groot, als de resultaten uit de enquête bestendig zijn, dat dat soort plekken leegkomen. En we houden rekening met een scenario van min 20%. En dat betekent eigenlijk dat je misschien wel 10 miljoen vierkante meter in het land in een stedelijke omgeving beschikbaar zou kunnen krijgen. Gefaseerd in de komende 10 jaar. En wat zou dat kunnen waarvoor? Daar kan je van alles. Daar kan je verdichten voor woningbouw. Daar kan je, als je dat een beetje groots aanpakt, denk ik, kan je een heleboel stedelijke problemen oplossen. En je kan het gelijk klimaatadaptief. Dat is zomaar om te. Aan de ene kant is het natuurlijk best wel een versnelde afschrijving van kantoren vastgoed. Ja. En tegelijkertijd een enorm transformatiepotentieel om het in één keer goed multifunctioneel te doen. En op wiens bordje zou dat liggen? Want als je zegt van dat moeten we dan adresseren, ligt dat bij de lokale bestuurders of ligt dat bij de Rijksoverheid? Ik denk dat als je dat alleen lokaal doet, dat het te lang duurt. En dat je dit momentum of die kans die zich de komende 10 jaar voordoet in die transitie, dat als je die transitie niet heel goed faciliteert, dat je hem eigenlijk uit je hand laat vallen en dan ga je gewoon meer weer in dat weiland. Terwijl je krijgt nu de kans om 10 miljoen vierkante meter, best veel hectares, binnenstedelijk, klimaatadaptief, energetisch, met de energietransitie. Een soort T-prikken waar je alles aan prikt. Ja, exact. Ja. Okay. En dat is natuurlijk wel heel, en dat heeft heel kansrijk ergens. En dat heeft corona dus volgens jou? Katalysator. Een katalysator. Het is niet iets wat opeens een soort lichaamsvreemd ding. Maar het versterkt wel het bestaande patroon. Ja. En daar zitten ook kansen aan. Ja, ik wil even kijken of er een vraag is. Want ik heb jullie opgeroepen om te chatten. En, Elle van Mullingen die vraagt, zullen de kantoortuinen het hybride werken in de weg zitten? Ja. 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 Blijkt ook een beetje uit jullie onderzoek. Hè? Dat einde kantoortuin. Maar dat is inderdaad met name wat mensen in interviews aangeven. Van dat, en dat sowieso, is heel moeilijk. Sowieso komt er uit onderzoek
dat een kantoortuin die niet werkt. Die hadden de laatste tijd toch al gehad, hè? Dus ja. Nou, er waren net weer heel veel kantoren omgebouwd tot een soort van multifunctionele. Ja, maar goed, daar was natuurlijk toch best veel onvrede. Wat 70% van de kantoorgebruikers die wij hierover spraken zeggen, wij gaan verbouwen. Verbouwen tot? Verbouwen tot meer ontmoeting. Meer kleinschalig en niet in hele grote plekken waar je kan concentreren, plekken waar je kan overleggen. En eigenlijk veel, veel diverser dan een tuin met een paar vergaderhokjes. Ja, dus dat, en, en misschien mag ik daaraan toevoegen dat hybride werken, dat verdient ook een discussie. Want we gaan nu allemaal weer wat meer terug, dus we gaan allemaal hybride werken. Want even voor werken. Mensen hybride, die dat, he, dat, dat is deels thuis, deels op het werk, zeg maar. Ja, dus dat ik bijvoorbeeld nu online zou zijn en mee zou doen aan deze discussie. Ja. En daar moet goed naar gekeken worden, want dat, zo makkelijk is het niet om dit goed te regelen. Want wat krijg je daar dan weer voor verschillen te zien? Als er mensen zijn die straks zeggen, well, ik ga toch liever naar het kantoor, want dan word ik gezien. Ik denk inderdaad dat er een balans is. Kijk, als het 50-50 is, dan werkt het. Maar als er maar 2 mensen thuis zijn en 8 op kantoor en zo in een vergadering, dan moet de verbinding heel erg goed zijn. Zeg maar. De verbinding helemaal goed. Je bedoelt niet de internetverbinding, maar wel de internetverbinding, maar ook de sociale verbinding. Zeg maar. En het zal inderdaad zo zijn, je moet gezien worden. Ja. Hè, zeker als je de volgende stap in je carrière wil maken. Zo laat het onderzoek ook zien. Ja. En als jij thuis bent. Want we gaan er anders de dupe van worden als daar niet goed over nagedacht wordt. En als dat niet meegenomen wordt, bijvoorbeeld in arbeidsvoorwaarden of in afspraken. Ja, nou dan. De nieuwkomers, de jongere mensen, die nog zo nodig, hè, die carrière echt nodig. Moeten gaan maken. Ja, dat zei je ook nee, al, niet zo nodig, maar zij moeten die carrière, dat ligt maar voor. Maar zou er even post-corona, hè, stel dat we ooit in een post-corona de toestand komen. Wat zou je dan nog anders moeten stimuleren om de routines die we met z'n allen hebben, hè? Jij rondom kantoren, maar jij rondom woon-werk. Wat zouden we kunnen doen om de druk van de ketel te halen? Want heel veel mensen ervaren toch dat ze een enorme stress en werkdruk hebben. Zou daar flexibilisering. Flexibiliseren. Hè? Kijk goed naar de wat gebeurt er op welke dag van de week, op welk uur van de dag. Volgens mij zei Hans Momma's het er straks ook al. Hè, dus als we naar een nieuw ritme van de samenleving misschien maken, gaan. Ja. En dan zo ook minder in de file staan en werken op het moment dat het meer uitkomt. Ja, misschien ligt dat wel in de toekomst. Maar heb jij dan één ding waarvan je zegt, van, nou, dat zouden ze best wel eens kunnen regelen vanuit de overheid dan? Heb je een voorbeeld waarvan je denkt, van, nou, dat zou dan best wel een geslaagde kans kunnen zijn, een idee? Ik denk op dit moment nog zijn er zijn allerlei instanties dicht op het moment dat je werk klaar is. Dus op het hè, als je dat flexibeler kunt gaan regelen, is dat makkelijker. Bijvoorbeeld de scholen. Hè, veel mensen zijn op woensdag vrij en op vrijdag, omdat de kinderen dan eerder uit school komen. Als we dat in Nederland op een andere manier met elkaar zouden kunnen regelen, ja, zou we misschien wat lucht in het leven geven. Ja, en daar zitten we veel mensen op te wachten. De stress is niet toegenomen in deze coronapandemie. We zijn wel meer gaan overwerken. En het eenzaamheidsgevoel is ook toegenomen. Ja, dus dat is ook nog wel iets om mee te nemen. Ja. Ik heb hier een vraag van Luc Mutsaars. En dat gaat over dat hybride werken binnen het onderwijs, zorg en dienstverlening. En hij vraagt zich eigenlijk af, moet iedereen nou het wiel opnieuw gaan uitvinden? Of is er ergens iets of iemand die zich verantwoordelijk voelt en zegt van, nou, laten we dat eens bundelen en handig doen. Hebben jullie daar onderzoek naar gedaan? Of daar? Nee, niet dat niet. Nee. Wat betreft good practices of iets inderdaad van hoe het nu. Nee, ik denk wel. Maar het zijn vaak discussies die al langer spelen. Dus inderdaad, ik vond het voorbeeld dat jij net zei van scholen. Kinderopvang in België is heel anders geregeld dan in Nederland. En geeft veel meer ruimte aan vrouwen om bijvoorbeeld wel voltijds te werken. En niet inderdaad ook nog, hè, dan met het leuk dat je thuis werkt. Dan kan je ook gelijk nog de zorg voor de kinderen erbij pakken. Ja. Dus in dat opzicht ken ik wel. Maar specifiek voor hybride werk, dat is eigenlijk vrij nieuw natuurlijk. Ja. Dus er zijn wel natuurlijk internationale organisaties die daar ervaring mee hebben. Maar je hoort daar heel wisselende geluiden over. Ja. Heb jij al iets gezien, Tanja? Iemand of een organisatie of iets? Nee, er zijn wel incidenten, maar het komt het is nog niet veel helemaal van de grond. Nee, en ik denk dat de overheid hier ook misschien ook aan good practices kan bouwen. En dat laten zien. Okay, aan andere bedrijven in Nederland. Ja, ja. Ja. Zijn er ook good practices waar ze zeg maar in de kantoorsector aan kunnen werken? Je ziet wel dat nu nieuwe handel is. Hè? Dat je zegt, oh ja, dat kantoor moet verbouwd worden. Ja. Dus daar wordt heel veel op ingesprongen.
Wat daarin zeg maar de good practice is of niet, volgens mij is dat nog niet helemaal uitgekristalliseerd, maar hete handel is het. Ik denk wel dat, ik zie wel veel kans als je het hebt over die flexibilisering in woon-werkverkeer. Uh-huh. Dat je zegt, nou ja, benut dat. En ik denk als je daar te lang mee wacht, dan mensen zijn natuurlijk ontzettend gestoeld op routines. En die routines zijn zo diep in ons, dat als je dit wil benutten, moet je niet te lang wachten, want anders gaat het alweer een beetje terug. Ja, dus ze moeten gewoon nu wel in actie komen. Dat is wat ik jullie hoor zeggen. Ja. En dan hoor ik dat de overheid daar iets aan kan doen. Lokale overheden, want hier kom ik straks in de combi. Ook een combi. Ja, dat want is, lokaal moet je natuurlijk heel erg weten waar die vlekken vrijvallen, wat je daarmee kan doen. Maar er zijn ook investeringen die daarbij mee gemoeid gaan, dat als je ik kan me heel goed voorstellen dat je daar in een soort van transitie naar new urbanism, nou, ik verzin het ter plekke, maar dat best wel een mooi uitgangspunt zou zijn, dat je daar ook als overheid wat meer mee doet, rijk als overheid. Ja. Mooi. Ik ga jullie suggesties meenemen naar de gesprekken die ik straks heb met lokale overheden en met de SG's van Binnenlandse Zaken en IMW. Dus dat gaan we doen. Dank jullie wel. En nou, jullie werken nog, hybride of niet? Of hoe zit dat? Even voor het laatst. Werk jij veel thuis, Tanja? Ja, veel thuis, maar ik werk ook wel graag op het werk. Maar ik werk met studenten, hè? Oh. En die willen heel graag weer terug. Ja, dus ja, dus dat is voor mij een makkie. Ja. En jij? Ja, ik was voorheen eigenlijk ook maar één dag in de week op kantoor, omdat ik heel veel reisde. Ja. Maar ik reis nu echt, nou, ik denk 90-95% minder. Toch, ja. En je gaat niet daarna allemaal wel reizen, hè? Wat jullie wat van BBL... Nou, ik ga dus wel, want ik ben echt een treinfan. Ja. Maar ik ben nu wel, moet ik bekennen, minder met de trein geweest. Oh, oh, oh. Maar dat gaat weer terugkomen. Oh, dat gaat weer terugkomen. Ja. Nou, goed zo. Ja. Dank jullie wel. Ja. Dank je. Ja. Dan gaan we naar thuiswerken en invloed op wonen en ons woongedrag. Dan ga ik zo meteen in gesprek met Onno Hoes. Hij is voorzitter van de NVM. De Anne-Jo Visser. Zij is directeur van de Amsterdamse Federatie voor Woningcoöperaties. En Christian Lennarts. En hij is onderzoeker bij het PBL. Maar we gaan eerst weer kijken naar een filmpje. De coronapandemie heeft ertoe geleid dat we ons sterker bewust zijn geworden van hoe en waar we wonen. Met z'n vieren aan een keukentafel zitten, werken en leren is zeker niet makkelijk. Rust en ruimte zijn belangrijke parameters als je steeds meer tijd in en om het huis besteedt. Dan zou je kunnen denken dat de vraag naar woningen in de afgelopen 18 maanden in drukke gebieden, zoals de grote steden in de Randstad, is afgenomen. En tegelijkertijd de vraag naar woningen in plattelandsgemeenten, zeker in de periferie van het land, is toegenomen. Maar is dat daadwerkelijk zo? Dit hebben we op basis van een prijsanalyse, maar ook op basis van verhuisgedrag, verhuiscijfers, proberen uit te zoeken. Uit ons onderzoek blijkt dat het effect van corona en thuiswerken tot nog toe heel beperkt is geweest. We zien aan de ene kant dat er geen toenemende uitzocht is geweest uit de grote steden in de Randstad. Ja, er zijn meer mensen vertrokken dan we hadden kunnen verwachten voor de pandemie. Maar er hebben zich ook meer mensen gevestigd sindsdien. De grote steden blijven gewilde woonlocaties. En de verhalen over gezinnen die massaal vanuit Amsterdam tot aan het Achterhoek verhuizen, blijven vooral enkele gevallen. Aan de andere kant zien we ook dat de trek vanuit plattelandsgemeenten in de periferie iets is afgenomen. Dit zou natuurlijk een tijdelijk fenomeen kunnen zijn, omdat mensen meer verplicht moesten thuiswerken of online gingen studeren. Maar het zou ook een eerste voorteken kunnen zijn van een toch meer structurele verandering, waarbij zich meer mensen gaan vestigen in deze gebieden dan vertrekken, omdat reistijd een minder belangrijke factor wordt voor de verhuiskeuzes. Echter, grote omwentelingen verwachten we niet door meer thuiswerken op de Nederlandse woningmarkt in de nabije toekomst. Andere factoren zoals de betaalbaarheid van woningen en ook de beschikbaarheid van woningen zijn veel belangrijker voor de woonkeuzes die we maken. Voor de inrichting van de woonruimte zou thuiswerken wel een belangrijke impact kunnen hebben op de lange termijn. Ontwikkelaars, planners en beleidsmakers, denk eraan. De kwaliteit van de woonomgeving is heel erg belangrijk voor de gebruikers en dat zal die ook blijven.
Mooi, dankjewel. Christian, je staat hier. De buitenruimte moeten we gaan herwaarderen, zeg je eigenlijk. Want dat is uit jullie onderzoek goed naar voren gekomen. Hè? Dat is zeker wat mensen ook zelf aangeven. Dat ze toch echt, omdat ze heel veel tijd in en om het huis besteden, dat ze ook het groen weer meer zijn gaan waarderen. Ja. Een tuin bij de woning of buitenruimte bij de woning in het algemeen. Dus dat is zeker zo. Ja. Mooi, ik wil eerst welkom Onno Hoes, Anne-Jo Visser. Onno, als ik jullie in één zin of één woord mag vragen, is het herkenbaar wat jullie gelezen hebben en gehoord hebben? Heel herkenbaar. Ja? Ja. Oké, dat is twee woorden, heel goed. En ik sluit me daarbij aan. Er zijn nog meer geraakt. Heel herkenbaar. Het is zeker herkenbaar, omdat het een trend laat zien die versterkt is in coronatijd. Ja. En dat zie in alle drie de deelonderzoeken terug, volgens mij. Ja, vertel eens, want het is niet schokkend. Hè? Het is geen, de uitkomst is niet schokkend. Het is in de patroon, zoals jullie het zelf ook hadden onderzocht vanuit de makelaar. Zeg maar. Echte rocket science is het ook niet. Hè? Als je gewoon met je buren gaat praten, dan zijn dit ook wel de signalen die je opvangt. Maar er is ook helemaal niks mis mee. Want het is wel goed om het goed te documenteren als een start voor de komende jaren. Want ik denk wel dat het goed is om te kijken, maar wat is nou dat patroon? Vallen we inderdaad terug in die oude patronen? Mm-hmm. En heel veel mensen hebben die neiging. We hoorden net even, je stapt in de auto en gaat toch weer terug naar de trein. Dat betekent dat je wel een goed oud patroon, maar je valt wel weer terug in je oude patroon. En zo vallen we allemaal weer terug in een deel oude patronen. Ja. Maar het is wel goed om te kijken van, wat hebben we nou voor voordelen als samenleving gehad van dit coronatijdperk, wat nog niet afgelopen is. En hoe kun je die behouden? En de kwaliteit van de leefomgeving is denk ik superbelangrijk. Die misschien wel wat onderschat is geweest. En die je nu verder terug op kunt pakken. Ja. Ik heb hier een vraag van Marieke Kassenberg. Die zegt, het meer verplichte thuiswerken betekent dat meer ruimtebehoefte in huis is. Hè? En dat gaat eigenlijk in tegen de behoefte aan meer betaalbare woningen die kleiner worden. Nou ja, het is behoefte in en om het huis. Ja. Dus ofwel wat meer groen, balkon of een extra kamer. Uh-huh. Maar we hebben de filmpjes vanavond al gezien dat iets meer ruimte in huis natuurlijk wel cruciaal is. Als je met meerdere mensen in huis zit en meerdere mensen die geluid maken, dan wil je wel je aparte ruimte hebben. Uh-huh. En dat is wel iets blijvends. Dus op die kleine aantal meters die je hebt, dat wil je wel wat flexibeler gaan inrichten. Dus ik denk dat de inrichting van huizen, de bouw van huizen, die moet veel flexibeler gaan worden. Ja. Want je moet eigenlijk afhankelijk van de situatie, moet je een wandje wat makkelijker kunnen gaan verzetten. En er zijn hele makkelijke methodes voor om te doen. En daar zijn huizen eigenlijk niet op gebouwd op dit concept, wij bouwen nog steeds ontzettend veel standaard huizen. En dan wil ik niet zeggen dat je geen standaard huizen mag bouwen, maar wel met een standaard inrichting die niet meer van de toekomstige tijd is. Dus ik denk dat met alle veranderingen die deels blijven en deels weggaan, dat die flexibilisering in de woonomgeving, dat wel iets is waarvan mensen denken, daar had ik eigenlijk altijd al behoefte aan. Ja. Hey, er is nu een luikje open gegaan, dat laat ik niet meer dichtvallen. Nee, dus daarom zijn al die bouwmarkten ook zo heel erg druk bezocht en zo. En als je niet naar de bouwmarkt gaat, kun je ook geen aannemer meer vinden. Nee. Dus de behoefte om iets te veranderen is heel groot, maar die prijs, wat je zegt, juist omdat er de jaren daarvoor veel te weinig huizen zijn gebouwd en we steeds minder mensen per woning hebben, is er enorm tekort aan woningen. En daarom zijn ze veel duurder geworden. Ja, ja. Oké. Okay. Anne-Jo Visser, vanuit Amsterdam, hè, de woningcorporaties. Want dit gaat over de mensen die een huis kopen en een huis kunnen kopen. En wat is jouw ervaring met corona en het thuiswerken? Nou ja, we zien in ieder geval dat er nog steeds meer woningzoekenden bij komen. Inmiddels 63.000. Dat de wachttijd voor een sociale huurwoning Hebben we het dan over Amsterdam? De regio Amsterdam. De regio Amsterdam, oké. Ja, en dat de wachttijd gemiddeld bijna 14 jaar is voor een sociale huurwoning. Mm-hmm. Dus we zien nog niet inderdaad de trend dat mensen meer naar buiten gaan. Nee, integendeel, de stad blijft inderdaad heel populair. En het gros van de mensen in de sociale huurwoning is zo groot. Woont ook in Amsterdam heel vaak gestapeld, hè. Dus we zagen in coronatijd dat ook veel meer mensen overlast gingen ervaren. De overlastmeldingen gingen met 10% omhoog. Ja, want jullie hebben zo'n meldpunt, hè, waar mensen dat kunnen doen. Ja, we hebben een meldpunt en werken ook samen met Beter Buren. En daar zit een buurtbemiddeling in, zodat mensen, de vrijwilligers zelf, zeg maar, mensen gaan helpen als er een probleem inderdaad is. Ja, en dat was? Dat was 10% toegenomen, dus 1600 meldingen waren er vorig jaar. En waar gaat het dan over? Over geluidsoverlast? We hebben een heel grote enquête gedaan onder 50.000 sociale huurders. Uh-huh. En daarin zag je dat met name twee dingen die mensen echt lastig vonden. We hebben het in het najaar van 2020 gedaan.
was isolatie. Dus ook het comfort van je huis is echt veel belangrijker geworden. Dus als je een heel tochtig huis hebt, ja, dat merk je wel. En het tweede wat we zagen was de gehoorigheid. Ik moet er wel even bij vertellen dat hier zitten heel veel mensen in de zaal, waarschijnlijk ook thuis. En we horen allemaal tot de groep thuiswerkers. Ja. In de sociale huur is dat echt wat minder. Daar zit een veel diversiteit aan beroepen. Maar dat zijn allemaal beroepen in de horeca, op school. Ja, want hoeveel procent van de mensen, hebben jullie dat onderzocht, heeft ook echt thuis gewerkt tijdens de corona? Nee. Wij hebben nog niet. Dus wij hebben een heel groot onderzoek gedaan, maar het gros hebben nog niet naar de corona-effecten gedaan. Maar jullie hebben wel gezien dat er in ieder geval de overlast. Dus daaruit kun je opmaken dat er mensen meer thuis zijn geweest. Is dat ja, het? En natuurlijk was het niet alleen door het werken, maar ook alle uitgangsvoorzieningen. Op een gegeven moment mochten we niet meer winkelen. Dus mensen zaten gewoon weer thuis. Kinderen thuis van school, inderdaad. Maar daarmee dus ook de overlast in huis. Hè? Want ik denk de meldpunt huishoudelijk geweld. Ja. Dat soort kindermishandelingen zo. Nou, die gaat echt alarmerende berichten opbrengen. Dus ook daarvoor is het nodig om die grotere woningen. Niet alleen een luxe, maar gewoon een noodzaak voor mensen. En die sectoren die je noemt, is het wellicht nog wat erger omdat die woningen gemiddeld wat kleiner zijn. Mm-hmm. Daar zou het goed zijn om dat ook in een vervolgonderzoek mee. Misschien zat het wel in het onderzoek, maar om dat anders in een vervolgonderzoek ook mee te nemen. Dat zijn enorme effecten die de samenleving heel veel geld kosten en waar we ook geld voor vrij moeten maken. Ja, wat hebben jullie dat onderzocht? Dat hebben jullie niet onderzocht? Nee, dit hebben we niet onderzocht. Maar dat is natuurlijk wel echt een heel belangrijk vraagstuk hoe we daarmee omgaan. Dat woningen worden steeds duurder, grond wordt steeds duurder. Maar er is ook meer behoefte aan ruimte. En ook in de binnensteden is meer behoefte aan ruimte. Dus dat is echt een puzzel die we moeten oplossen. Ja. De vraag van naar meer ruimte tegenovergesteld de echte kosten van het bouwen en de kosten van woningen. Dus ja, want hoe gaan jullie dat oplossen? Als je een koper bent, kan je nog kijken. Hè? Heb je meer ruimte? Nou, hoewel tegenwoordig ook niet meer. Maar kopers en huurders, die lopen tegen hetzelfde probleem. Want de huur wordt ook idioot hoog. En daar zijn ook geen woningen voor. Nee. Gelukkig in de sociale huur is het allemaal gemaximeerd. Hè? En hebben we ook afspraken gemaakt. Ja. Dus wij kunnen als kopers, zeg maar, de kopers kunnen hun eigen tuin opnieuw gaan inrichten. Ja. Maar jullie zijn ook afhankelijk van de openbare ruimte. Absoluut. Dus je ziet, nou, ik werk nog niet zo lang. Dus ik ben half augustus begonnen. Daarvoor werkte ik voor de gemeente Utrecht. Ook daar heb ik toen veel gekeken van wat het effect is. Mm-hmm. En het gros van de mensen heeft natuurlijk de directe woonomgeving is ze veel meer gaan waarderen. Mm-hmm. Maar ook, dat zagen we in de huurenquêtes ook terug. Mm-hmm. Dus het moet groen zijn in de buurt. Het moet echt netjes zijn. En ook veilig 's avonds zijn. En je ziet dus dat die directe woonomgeving gewoon nog belangrijker is geworden. Ja. En je krijgt geen doorstroming ook. Hè? Nee. Dat is volgens mij ook een van de problemen in de huursector. Mensen die ze kunnen permitteren om eruit te gaan, waardoor je ruimte krijgt voor de mensen die het nodig hebben. Mm-hmm. Die komen ze ook niet in een goedkoop of middeldure koopwoning terecht. Mm-hmm. Dus die hele woningmarkt, dus daarom zitten jullie nog veel meer klem. Ja, overigens is ook het aantal verhuringen, zeg maar, is niet afgenomen hoor, in Amsterdam. Dat waren de 7500 mensen die gewisseld zijn. Ook daar zie ik geen verschillen in. Ja. En jullie hebben ook minder mensen uitgezet, hè? Zeg maar, voor huisuitzettingen gedaan. Ja. Dus ook die doorstroming is überhaupt... Nee, de corporaties hebben heel snel gehandeld, hè? Dus echt het hele proces aangepakt. Ja. Maar zijn er veel coulanter ook geworden en zijn veel meer maatwerk gaan bieden, en daardoor gelukkig is de wachtlijst ook weer groter geworden natuurlijk. Door de mindere doorstroming. Nou, als het goed is, zet je niemand uit je huis, zeg maar. En is dat een groep die tot de sociale huur behoort? Dus ik denk niet dat daardoor de wachtlijsten groter zijn geworden. Ja. Ik denk dat er gewoon een waanzinnig woonprobleem is in Nederland. Er zijn dit weekend ook grote protesten voor in het land. Ja. En wat jij ook eigenlijk wel aangaf, van ja, weet je, nou, dat zal door corona echt wel iets voor gaan veranderen. En dus ook corporaties moeten nadenken over de woningplattegrond, over het comfort in huis, de gehoorigheid. Ja. Maar toch met stip op één staat nog steeds inderdaad, de woning moet wel beschikbaar zijn. Ja. En hij moet betaalbaar zijn. Ik denk dat dat nog net een wat groter probleem is dan de effecten van corona. Ja, wat? Sorry? Ja, ik wil geen oplossing aanstippen, maar een belangrijk verschil tussen kopers en zeker sociale huurders is natuurlijk ook dat sociale huurders heel beperkt zijn in een ruimtelijke omgeving waar ze kunnen wonen. Want precies, het staat eens ingeschreven op de wachtlijst voor een woningcorporatie in Amsterdam. Of een woning in sociale huurwoning in Amsterdam of waar dan ook. Maar ook in een koper kan natuurlijk wel heeft meer vrijheid in een ruimtelijke keuze die hij maakt. En daar spelen andere afwegingen dan een rol. Dus maar daarin zien we dus, en dat er helemaal niet die enorme trek naar de stad, dat blijft gewoon. En, want jullie zien ook nog niet heel erg terug
dat mensen denken, door dat thuiswerken wil ik eigenlijk liever, want we hebben straks de wethouder van Bronckhorst, hier wil ik liever in Bronckhorst wonen. Nee, je ziet dat de mensen uiteindelijk toch maar een beperkt aantal kilometers wil verhuizen. Al is het huis nog zo groot waar je naartoe gaat, je sociale omgeving is zo belangrijk, dat je niet, dat je echt wel nood moet hebben, of je gaat terug naar je oude stek, naar je roots. He, dat zie ik, ik woon zelf in Zuid-Limburg. Nou, voor mij was corona eigenlijk perfect, want ik hoefde niet meer al die kilometers, maar hartstikke duurzaam. Ik kon gewoon lekker thuis blijven. Mm-hmm. Ik zie nu dat ik weer fysiek gedwongen word bijna om een heleboel vergaderingen bij te wonen. Ja. Maar ik zie ook de mensen terugkomen naar Limburg die hun roots daar hebben. En dan, zolang de kinderen nog niet op school zitten, denk ik, oké, dit is misschien het moment om nu terug te gaan. En dan helpt corona wel. Ja. Maar wat jullie in het onderzoek hebben laten zien, het zijn grote aantallen voor de regio, maar kleine aantallen in verhouding die in de Randstad. In de Randstad merk je niet dat ze weggaan. Nee. Maar je merkt wel dat de prijzen opgedreven worden, omdat er meer vraag is vanuit mensen die ook met een groter budget binnenkomen. Ja, maar dat was sowieso al een tendens en dat heeft thuiswerken een beetje versterkt, maar niet een enorme invloed op gehad, begrijp ik. Nou ja, dat kunnen we natuurlijk over 5 jaar goed zien of die lijn die nu iets omhoog ging, als die echt omhoog blijft gaan, dan zeggen we zo, dat was een grote verandering. Ja. En nu zie je het maar op die lange lijn. We zie zitten het misschien aan het begin, maar dat weten we nog. Daarom is het misschien ook wel goed dat we er nu over nadenken. Ja. Dus ik vind het echt goed dat PBL... Maar wie gaan we adresseren? Want dat is ook nog dat Hans heeft gezegd in het begin, Hans Mombaas, van ik wil heel graag kijken van wat kunnen we nou vasthouden en wat moeten we nou adresseren naar wie? Wat zou jij willen adresseren? Ik snap dat als je moet adresseren, begin dan maar eens bij jezelf. Dus de corporatie zelf moet ook gewoon gaan kijken, is die woning nog passend qua plattegrond, qua isolatie, gehorigheid? Maar het zou fijn zijn als de overheid, zeg maar, die ook voor de buitenruimte verantwoordelijk is, echt ook daarvoor een impuls zorgt. En dan zie je dat het in sommige buurten goed gaat. En wat voor impuls, denk je dan? Nou ja, sommige buurten hebben wel groen, maar dan is het de kwaliteit van de groen is echt beperkt, zeg maar. Ja. In maar dat heeft weer met gemeentelijke budgetten te maken, waardoor ze daar hebben beknibbeld in de afgelopen jaren, toch? Dus wie is er dan aan zet? Nou, de overheid is dus ook aan zet, inderdaad. De gemeente is aan zet om te zorgen dat het ook veilig is, ook 's avonds. Mm. Ja, er zijn ook echt buurten in Amsterdam waar dat minder het geval is. Dus ook in die buitenruimte dat het netjes is. Dus daar is de overheid aan zet. Ja, en dan zeg je Rijks of... Nee, in het grote deel. Ja, ik praat toch voor een stad. Amsterdam en de regio, de omliggende gemeentes. Ja, dan heb je toch meer ook die lokale overheid. Okay. Uiteraard moet natuurlijk iedereen die nieuwe huizen bouwt, gewoon goed, maar dat heeft Onno ook al gezegd, goed gaan nadenken. Hoe gaan we het anders inrichten? Ja, en dat maar jullie onderzoek laat ook wel een beetje zien dat heel veel mensen eigenlijk in die woning niet zo waanzinnig veel aanpassen. Dus. Nee. Want wat heb jij nog iets waar je aan iemand zou willen adresseren, waarvan je zegt van nou ja, als we dit zo zien... Nou ja, kijk, de regie moet wel vanuit Den Haag komen. Want gemeentes en provincies zoeken wel iemand die de lead hierin neemt. Ja. En dat zal toch de nieuwe minister van Wonen moeten zijn. Wonen en ruimtelijke omgeving waarschijnlijk. Ja. Dat zal wel neem ik aan dat het één portefeuille zou logisch zijn. En die moet wel deze discussie meenemen. Die moet deze rapporten uit haar of zijn hoofd gaan leren. Ja. Om te denken van welke antwoorden moet ik nou geven? Hoe moet ik mensen inspireren om hierin mee te gaan? Je kunt niet alles afdwingen, want zo werkt het ook niet. Nee. Als je iets afdwingt, dan krijg je ook de rekening erbij. Dus zo plat is het nou eenmaal ook. Ja. En niemand heeft ermee geld eigenlijk, dat krijg je ook nog eens. Ja. Maar je zult wel echt vanuit het Rijk de regie moeten aangeven. En dan moeten provincies en gemeentes moeten in het kader van prestatieafspraken gewoon doen wat uit het rapport blijkt wat nodig is. En waar zou dat dan toe moeten leiden? Stel, we dromen nog even verder. Want dan denken jullie, dan komen er meer woningen bij die flexibeler zijn, die kwalitatief beter zijn, die beter in het groen staan. Ik denk wat het goede hieraan is, dat het niet alleen om het aantal woningen gaat. Nee. Want daar zijn we het met elkaar wel over eens. Ja. Of er 800.000 of een miljoen zijn, dat is niet even zo relevant over die tijdstermijn. Mm. Maar wel over de kwaliteit van de woningen. Waar komen ze? Hoe duur zijn ze? Voor welke doelgroepen? En niet denken, ik bouw alleen maar starters of alleen maar seniorenwoningen. Nee. Het hele palet is nodig om die doorstroming waar we net over hadden, om die op gang te krijgen. Ja, en dat is een supermooie opdracht. Ja, en om te kijken, als we die trend van thuiswerken willen bestendigen, dan zullen we dit soort woningen en dit soort ingrepen in de buitenruimte moeten doen. Ja. Okay. Nog iets aan toe te voegen vanuit het PBL? Misschien nog dat innovatie in de bouw is ook echt een belangrijke. En daar kan de overheid natuurlijk ook weer een soort sturende functie in hebben om innovaties, als het gaat over flexibel bouw bijvoorbeeld, dat er een zetje wordt gegeven om dat ook sneller van de grond te krijgen. Ja. Nou, best wel wat werk aan de winkel, toch? Zo is het. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Ja. Wat ik daar straks enorm vergeten ben om te zeggen, is dat we een sneltekenaar in ons midden hebben. Jazeker, Sander de Knecht heet hij. Dat zeg je nu pas. Ja, dat zeg ik nu pas. Ja, dat is heel erg. En wij krijgen ook nog een cabaretier die ons gaat uitluiden. Dus dat ben ik ook alweer vergeten te zeggen.
En jij zit daarachter, hè, Sander. Wat heb jij tot nu toe getekend? En heb je over dit gesprek ook al iets getekend? Want dat moet dan als sneltekenaar. Dat lijkt me enorm ingewikkeld. Ja, ik teken gewoon mee met wat er gezegd is. En ik pak af en toe wat quotes. En ik hoop eigenlijk... Ik heb een ruimtelijke achtergrond, dus ik focus... Je moet me iets dichter bij je... Oh, sorry. Ja, dat. Ik focus me vooral op de ruimtelijke dingen. En ja, wat mij eigenlijk opvalt is dat ik naast alle bedreigingen ook wel een hoop kansen zie. Hè? Dus andere manieren van werken, andere stedelijke milieus, nieuwe openbare ruimtes, andere woonvormen. En ik denk eigenlijk dat het ook wel eens... dat er ook wel positieve dingen aan zitten. Dat is een beetje wat ik er nu uithaal. Ja. Mooi, we komen later nog bij jou terug. Hoe is jullie thuiswerksituatie geweest? Nou, bij de gemeente Utrecht gingen wij ook volledig thuiswerken. Ja. Dus ik heb anderhalf jaar volledig thuisgewerkt. Ja, maar jij begon dus in een nieuwe baan tijdens corona. Ja, toen heb je meegemaakt eigenlijk wat Tanja net zegt. Ja. Nieuwkomers die hebben behoefte om mensen te zien. Ja, nou is echt net, hè. Dus het is 16 augustus, dat is heel recent. Ja. Maar ik zie ook een beetje wat onnodig. Dus ik ben weer iets meer hybride gaan doen. Ja. Dus deels thuis. Ja. En ook af en toe, inderdaad, als je leiding moet geven aan een heel nieuw team, is het ontzettend prettig. En ook als je met partners gaat samenwerken, om af en toe ook mensen recht in de ogen te kunnen kijken. Dus het, Heb jij beter grip op je agenda gekregen met het reizen en zo? Ja, dat wel. Maar misschien wel een mooi voorbeeld. Wij hadden als NVM besloten om een nieuw kantoor te gaan bouwen. Ja. Voor corona. Ja. En toen kwam corona. En toen kwam een enorme discussie van, ga je voor 20 miljoen een nieuw pand neerzetten? En dat was dus van, wat doe je nou? Hoeveel mensen werken er dadelijk daar nog? Hoeveel mensen werken er thuis? De mensen die werken hebben meer ruimte nodig. Hybride vraagt meer ruimte. Dus uiteindelijk hadden we het kantoor toch nodig. Ja. Maar dat geeft ook in heel veel bedrijven discussie van, als we het dan doen, hoe gaan we het dan doen? Wat hebben jullie besloten? Wel doorzetten, maar wel op een veel flexibelere manier inrichten. En totaal hybride inrichten. Iedere ruimte die er maar is, kan gewoon veel flexibeler gebruikt worden. Ja. En dat is volgens mij een enorme winst van wat er nu gebeurt. Ja. Christian, heb jij iets? Ik heb sinds april 2020 heb ik 4 dagen op kantoor gewerkt, denk ik. Dat komt wel maar. Of 4 dagen totaal? Nee, ben je wel iemand tegengekomen. Maar ik ben gelukkig verhuisd in die periode. Dus ik heb wel ook wat andere muren gezien. Andere muren. En je had hopelijk een flexibel huis. Ja. Dank jullie wel voor deze ronde. Dank jullie wel. We gaan naar... We gaan naar de ronde mobiliteit. En daar heb ik het straks over met Jeroen Fukke. Hij is directeur strategie van de Nationale Spoorwegen. Anna Nicoleva, zij is mobiliteitsonderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam. En Maarten het Hoen, hij is onderzoeker bij PBL. Willen jullie hierbij komen staan? En wij gaan even kijken naar een filmpje. Het advies om zoveel mogelijk thuis te werken leidde tijdens corona tot minder mobiliteit en minder files. Maar blijft dat ook zo als straks de maatregelen worden opgeheven en er straks weer meer mag? Kortom, leidt meer thuiswerken ook op de langere termijn tot structurele effecten op het mobiliteitssysteem? Om die vraag te onderzoeken keken we naar reiskenmerken van thuiswerkers voor corona. We keken naar het effect van meer thuiswerken op het mobiliteitsgedrag. En we spraken met thuiswerkers over hun ervaringen. In deze grafiek zie je dat thuiswerkers gemiddeld minder verplaatsingen en minder kilometers naar het werk reizen. Maar de relatie is niet 1-op-1. Wij zagen dat thuiswerkers gemiddeld verder van hun werk wonen. En daarom is de afname op de kilometers groter dan de afname op het aantal verplaatsingen. Daarnaast reizen mensen vaak naar het werk in de spits. Daardoor is het effect daar groter. En tenslotte zien wij dat thuiswerkers vaak met de trein reizen. Dus is onze verwachting dat het effect ook daar groter is. Aan de andere kant zorgt meer thuiswerken voor een grotere flexibiliteit van mensen. In interviews geven mensen aan dat zij de mogelijkheid om thuis te werken meewegen in hun beslissing waar ze willen wonen of waar ze willen werken. Dat zorgt mogelijk voor een toename van de woon-werkafstand. Dat compenseert. Daarnaast geven mensen die thuiswerken aan dat zij behoefte hebben aan andere verplaatsingen voor andere doelen. Voor bijvoorbeeld winkelen, visites, uitjes of sporten. Ook dat compenseert het effect van meer thuiswerken. Maar deze overige verplaatsingen zijn minder in de spits en minder op de autosnelweg. Over het geheel genomen verwachten wij dat meer thuiswerken de spits dempt en zorgt voor een afname van de files.
De extra overige verplaatsingen zijn minder tijdsgebonden en vinden daarom minder in de spits plaats. Bovendien zorgt een kleine afname van het autoverkeer voor een betere doorstroming op snelwegen. Ja, en ik heb in de chat al een vraag voor Maarten meteen, dus daar ga ik meteen even heen. Want wat kunnen we nou eigenlijk bereiken qua duurzaamheid en leefbaarheid als er meer geïnvesteerd wordt in fietsen en lopen? Wat hebben jullie onderzocht? Want ik hoor veel files en zo en ik zie treinen, maar het lopen en het fietsen zie ik er niet zo in terug, of wel? Voor de effecten op de leefomgeving qua uitstoot van CO2 en stikstof verwachten wij een beperkt effect. Mm-hmm. Omdat je dus extra verplaatsingen maakt als je tijd overhoudt. Als je gaat thuiswerken. Ja. Maar waar we niet naar gekeken, maar wat wel denk ik een relevant effect kan zijn, mm-hmm, is de gezondheidseffecten van als je meer gaat lopen en fietsen. Ja, ja precies. Want dat was ook. Nee, ik ga eerst even die ene vraag stellen die ik aan iedereen vraag. Van, hoe is het? Herkennen jullie je in het rapport en wat er net gezegd wordt in het filmpje in één zin of één woord, Jeroen? Van de nou, ik zou toch graag drie lagen erin willen nee, aanbrengen. Ja, doe nee, ik toch. Nee, dan gaan we zo meteen in het gesprek. Nee, één woord, één zin. Gedrag, ja. Conclusies, nee. Oké, gelukkig. Ja, zeer herkenbaar. Ja. Ja, ik herken het, ja. Oké. En dan wil ik even met jou doorgaan, want je bent mobiliteitsonderzoeker, ja, aan de Universiteit van Amsterdam. Wat heb je dan, wat kan je zien als het gaat om die ontwikkelingen in mobiliteit? Wat zien jullie? Ja, wij deden onderzoek vooral naar de ervaringen van mensen met het gebrek aan mobiliteit. Dus wat zijn de gevoelens, de ervaringen met ja, thuiswerken en die dagelijkse bewegen gewoon niet meer hebben. Wat betekent dat voor mensen? En wij hebben gezien dat mensen toch een behoefte hebben inderdaad om toch op pad te gaan. Ja, dat is bij PBL dus. Precies, hè? Ja. En meestal, en dat is goed nieuws, meestal ja, gebeurt dat meestal lopen mensen meer, ze fietsen meer, misschien nog met een e-bike of met een gewone bike. Dus het gaat over actieve mobiliteit, niet altijd. We hebben een citaat van een respondent die bijvoorbeeld een uur ging elke dag rijden met een auto, gewoon om, ja, om te ontspannen. Dat, maar dit is, hoop ik, een uitzondering. Oké, okay, ja, ja. Maar of de accu zien van de auto gaat op een gegeven moment toch echt leeg als je hem laat staan. Een uurtje rijden, ja. Ja, maar wij zien vooral, en daarop bevestig ik mijn hoop eigenlijk, dat mensen zijn meer bewust geworden van die behoefte aan beweging. Ja. En dat betekent meer gezonde mobiliteit, meer duurzame mobiliteit. Ja. Dus dat is wat jullie zien en waarvan ja, je zegt van dat zouden we eigenlijk vast moeten houden. Want graag, dat heeft graag. Ja. En hoe zouden we dat vast moeten houden? Ja, want dat is een hele erge keuze van mezelf, bijvoorbeeld. Of ik, ja, nee, maar die keuze kan ook gestimuleerd worden. Bijvoorbeeld door, door een leefbare omgeving. Meerdere sprekers hebben al genoemd dat het is heel belangrijk om ja, hoe je directe omgeving eruit ziet. Is er veel groen? Is het fijn om te wandelen? Is je het fijn om te fietsen? Worden, ja. Ja, enzovoort. Maar ook openbaar vervoer is heel belangrijk. Bijvoorbeeld in Nederland, de enige alternatief voor de auto is eigenlijk niet een fiets, maar niet openbaar vervoer, maar een combinatie van lopen en openbaar vervoer en fiets en openbaar vervoer. Dus mm-hmm, meer investering in die combinatie. Ja. Maar dat was al gaande, of niet? Ja. En dat heeft dat thuiswerken nog eens extra verstevigd of ons bewust gemaakt, of niet? Of... Ik denk van wel, maar... Precies kan ik dat niet zeggen. Nee. Het is moeilijk. Nee, dat is moeilijk om te zien. En we zijn met z'n allen dus... Er is ruimte gekomen op de snelwegen. Want we zijn met z'n allen minder gaan reizen in die spits. Ja. Maar jij zegt, ja, schijn bedriegt. Ja, kijk, als er de files minder worden... dan op een gegeven moment, wij weten... in vervoerskundig heb je een begrip... induced demand of latente vraag. Ah. Dus op een gegeven moment worden die snelwegen weer vol. Want de mensen denken toch van ik kan wel lekker in die auto kruipen. Precies, toch ja, geen file. Dus als er files zijn, dan is het een reden om autorijden toch te vermijden. Dus ik zou zeggen dat wij niet, het is goed nieuws, minder files, maar ik zou daarop niet te veel focussen. Nee, dan ga ik naar Jeroen. De Nederlandse spoorwegen hier om fucken. Want dat was ook wel herkenbaar. Ja,
Ja, het gedrag... Maar eens, nee, was het, het gedragseffect, dat herkennen we volledig. Ja. Zowel wat, wat Anna zegt, hè, dat, dat mensen toch inderdaad, als ze dan thuis werken, dat ze meer ander soort verplaatsingen gaan doen. Ja. En natuurlijk het effect wat wij zagen in de treinen, op de wegen, dat het ja, gewoon veel minder druk was. En dat dat dus inderdaad uit de spits ging. Ja. Gek genoeg zagen wij inderdaad dat relatief mensen weer in het dal gingen reizen en ook in het weekend gingen reizen. Dus dat klopt. Maar op het moment dat je zegt van ja, maar dan gaat dat effect zich ook voordoen. Hè, als, als straks de maatregelen worden, worden opgeheven. Dan zeg ik nee, niet zomaar. Hè, want, en dat is ook al een aantal keer gezegd. Als we daar niet op sturen, als we niet sturen op goede spreidingsafspraken, dan is er straks niks. Want iedereen gaat dan goede weer toch terug in zijn oude gedrag. Oude gedrag. En goede spreidingsafspraken, dat klinkt mooi. Maar hoe ziet dat eruit? Bijvoorbeeld, noem eens een voorbeeld. Hoe zou dat eruit kunnen zien? Nou, er zijn een aantal goede voorbeelden. In Nijmegen hebben we goede voorbeelden. Dat er gewoon met de universiteit daar en hogescholen, dat daar afspraken worden gemaakt over wie wanneer met lessen begint. En op dit moment worden er ook afspraken gemaakt in, rond Amsterdam. Want dan gaat de universiteit die zegt dan ik begin om 9:00 en dan zegt de hogeschool ik begin om 10:00. Ja, en de grootste bedrijven die daar dan zitten zeggen nou oké, dan doen wij 8:30, jullie pakken 8:45. En wie zet die mensen dan om tafel? Nou, dat is het goede punt. Volgens mij moet dat ingegeven worden, het moet gestimuleerd worden door de Rijksoverheid. Maar een regierol per regio is denk ik wel heel erg belangrijk. Ja. Want die weten precies hoe het daar dan zit. Iedere locatie is anders, andere werkgevers, andere onderwijsinstellingen, dus ik denk lokaal, regionaal. Want dat zou je graag blijvend willen zien? Of dat zou, want was dat al iets wat voor corona, zeg maar, een ding was? Of zeggen we nou, door het thuiswerken zijn we ons dat beter bewust geworden? Nou, in zeg maar de lobby was het zeker een ding, want dat is wat we willen. We willen dat er veel meer spreiding gaat komen, want we hadden echt een hyperspits. En dat was maar een heel klein deel van de ochtendspits, dat het echt mega druk is in die trein. Ja. En als je dat een beetje kunt uitspreiden door dat soort afspraken. Dus jullie waren heel blij met dat thuiswerken en corona? Nou ja, we misten de reizigers natuurlijk wel. Oh, dus de spreidingsafspraak van iedereen die het kan, die moet thuiswerken. Dat was misschien ook niet helemaal niet wat we ervoor hadden. Ja. Nee. Ik denk dat het goed is om te zeggen dat ik onderschrijf helemaal wat Jeroen zegt. He, dat spreiden, dat gaat niet zomaar. En je moet daar juist afspraken over maken. En wat je wil voorkomen is dat als mensen toch zo nu en dan naar het werk reizen, dat ze dat allemaal op dezelfde dagen en op hetzelfde moment doen. Ja. Dan sta je op dinsdag en donderdag alsnog met z'n allen. Ja, maar wie zou dat dan moeten regelen? Wie zou dat dan moeten regelen, Anna? Als je dat soort afspraken wil maken, dan ga je ook misschien als mobiliteitsonderzoeker niet direct over, dat weet ik niet. Nou, ik denk dat het heel lastig wordt om die verspreiding over de weekregelen. Over de dag denk ik dat inderdaad dat NS met grote onderwijsinstellingen, grote bedrijven, dit kan afspreken. Maar over de week, het is ondergronde klus, denk ik. Jij gelooft daar niet in. Geloof jij daar wel in, Jeroen? Dat je kunt zeggen van nou, dat ene bedrijf die zegt van nou, wat je nu ziet is dat je op woensdag en vrijdag kan je al vaak een kanon afschieten. Maar dat moeten we dus voorkomen met z'n allen. Want als we alles in die 3 dagen gaan proppen, maandag, dinsdag, dan wordt het nog erger. Wordt het nog erger, ja. Ja, natuurlijk. Want dan gaat dus iedereen al zijn vergaderingen op kantoor op die dagen doen. Ja, want dat is dat hybride werken waarin we straks zeggen van nou, we mogen een deel thuiswerken. Ik denk dat er ook een andere vorm van hybride werken is. En dat is veel meer de spreiding over de dag. En inderdaad wat Hans in het begin ook al zei. Ja. Dat je gewoon 's ochtends thuis begint en eventjes je mailtjes doet. Of je vergaderingen voorbereidt. Of toch even die eerste 2 calls die je thuis doet. En daarna naar kantoor gaat. Hè. Dus er zijn heel veel manieren mogelijk om het te doen. En ik denk, spreiding op de dag is veel beter dan spreiding over de week. Ja. En Anna, wij hoorden er straks iemand in de zaal, hè, die zei, ja, ik wil eigenlijk jong student, die zei, ja, ik wil eigenlijk wel, wilde je dat nou wel naar de universiteit? Ja, hij wilde wel heel graag naar de universiteit. Ja, ja. Ja, dat herken ik ook. Eigenlijk wij praten vandaag over thuiswerkers en dat mensen die dat heel veel hebben gedaan door corona, dat die
willen eigenlijk meer thuiswerken dan voor corona. Ja. Maar als wij naar studenten kijken als een groep, dan is het een heel ander verhaal. Studenten willen juist terug naar campus, omdat het gaat voor een thuiswerken. Het werk is eigenlijk een takken aftikken. Mm-hmm. Maar voor student, het gaat over samen met anderen te zijn, dingen doen, maar ook leren is sociaal. Het gebeurt als... Ja, want jij werkt op een universiteit. Ja. Ik kan me voorstellen dat je graag mensen wil zien om geïnspireerd te worden. Ja, zeker. Maar ik gaf gisteren eigenlijk het eerste gehoorcollege sinds corona. Echte gehoorcollege, campus in collegezaal. Het was echt niet te vergelijken voor iedereen, voor docenten, maar ook voor studenten. Ja. Dus bij studenten verwacht ik niet een grote gedragsverandering. Nee. En wie zouden we wat moeten adresseren? Jeroen, je hebt er hier een wensenlijstje op tafel, of niet? Nou, nee, misschien toch nog goed even om aandacht te besteden aan wat er in die kranten dan allemaal gesuggereerd wordt. Ja. Kranten, moet je even zeggen. De suggestie dat je dus inderdaad maar gewoon investeringen nu even achterwege kan laten om te kijken welk effect zich gaat voordoen. Mm-hmm. Ik denk, het onderzoek op zichzelf is goed. Maar als je gaat kijken naar wat was er al gaande in de mobiliteitswereld, de integrale mobiliteitsanalyse van het ministerie, was er ook heel duidelijk in. Enorme groei ten opzichte van het drukste jaar op de weg, op het spoor, overal, 2019. En als je dan kijkt naar 2040, dan staat daar 40% voor de trein, 30% voor de auto. Dus dat effect was gaande. En het heeft zich wel een beetje... aangescherpt. Nou ja, omdat er natuurlijk een hele drastische maatregel was getroffen. Ja. Maar als we nu de suggestie met z'n allen doen door het thuiswerken en een aantal dingen blijvend te laten zijn, dat dan de files niet meer terugkomen. Nou ja, er waren veel mensen vandaag te laat. 400 kilometer file. Ja. Dus die suggestie die klopt niet. Er moet wel degelijk geïnvesteerd worden. Ja. En niet een beetje. En monitoren jullie wie er in de spits rijdt? Dat is ook een vraag van Luc Mutsaars. Die vraagt het aan jou. Want dan kan je daar ook natuurlijk beter op sturen. Ja, niet letterlijk wie. Wie dat is, maar wel zeg maar de groepen. En ben je een student of ben je een forens of doe je het recreatief? Dus ja, dat houden we wel in de gaten. Ja, oké. Okay, daar gaan jullie dan nog op sturen? Of daar kunnen jullie op sturen? Want... Nou, maar beperkt. Hè. Dus dan moet natuurlijk... je die regionale afspraken hebben waar je het over had. Ja. Dus we hebben wel een enorme dalkorting. Dalkorting. Dus mensen die in het dal reizen, die heb ik die ook. Krijgen enorme korting. Dat willen we ook verder stimuleren. Ja. Maar in de spits kunnen we nog niet zoveel. Nee. Nee. En dat moeten we dan met rekeningen rijden of zo? Of met, nou ja, als het gaat om de trein, dan denk ik dat daar toch een soort van tariefdifferentiatie mogelijk moet worden. Okay. Als het gaat om de weg, dan is betalen naar gebruik wel een hele goede optie. Ja, gaat dat werken al? Dat weet ik niet. Het is moeilijk voor mij in te schatten voor de trein, voor de OV. Maar ik denk dat jouw vraag was, hoe nu verder? En ik denk dat wij als maatschappij, het Rijk, vooral... toch minder in de snelwegen of wegen, autorijden moet investeren. Vooral in de OV, in actieve mobiliteit enzovoort. Dus het gaat voor mij niet zoveel over hoe wij de files oplossen, maar hoe wij naar duurzame mobiliteit als maatschappij bewegen. Ja. Ik heb hier een vraag van Sonja Kommeren. Die zegt, de hele dag is het druk op de A4. Zijn dat thuiswerkers? Wie weet de vraag? Anna, de A4, waar is die ook alweer? Nee, ik heb helemaal geen auto. Je hebt helemaal geen auto? Oh, jij weet het niet, maar je hebt het ook niet onderzocht. Ja. Maar dat zijn dus, maar zijn dat bepaalde trajecten waarop jullie zien, met thuiswerk van, want we hebben straks ook, heb ik al verklapt, iemand uit Bronckhorst en die zegt, we hebben een knooppunt en daar moet in geïnvesteerd worden, want er komen steeds meer mensen bij ons door het thuiswerken, die vinden dat fijn om bij ons te, maar dan moeten ze wel goed kunnen overstappen enzovoort enzovoort. Ja. Heeft hij gelijk? Nou, ik denk dat we inderdaad zeker het overstappen van de ene modaliteit op de andere moeten gaan stimuleren. En er zijn heel veel dingen die je daarvoor nodig hebt. Mobility as a service, dat is digitaal, dat je alles kunt boeken, betalen, et cetera, reserveren, wat je wil. En dat moet dan ook ergens op de grond samenkomen. En dat zijn dan mobility hubs, die maken het mogelijk om die overstap
goed te kunnen maken. En dat zou wel een hele goede ontwikkeling zijn. Ja. En over die file vandaag, het kan ook goed zijn dat mensen de OV, de trein, nog blijven vermijden vanwege corona. Ja, ja. En gewoon een auto pakken. Dus dit zijn eigenlijk mensen, misschien, dat weet ik niet, nee, die voor corona toch met de trein naar de werk gaan. Is dat onderzocht door jullie? Of er nog mensen daardoor vaker in de auto zijn gaan zitten vanwege en dan niet meer de trein nemen? Nou, wat wij zien is dat thuiswerkers relatief vaak in de trein zitten. Oh, die zaten vooral. Ja, maar, ja. Dus als mensen, dat hebben we gezien, hè, een groot deel van de mensen werkt te nooit thuis en werkt nu nog steeds nooit thuis. Ja. En de mensen die, dus de grote toename van thuiswerken, die zit bij de mensen die soms al thuiswerkten, die nu heel veel zijn gaan thuiswerken. Ja. Dus dat, maar die zijn niet, wat Anna misschien zegt, misschien wel de auto gaan nemen omdat ze het eng vinden om nu in de trein te gaan zitten. Nou, dat klopt. Er zijn inderdaad mensen dus tweedehands auto's gaan kopen. Ja. Of e-bikes gaan kopen. Dus dat is het corona-effect wat wij wel gezien hebben. Ja. En ja, als ze dat blijvend gaan doen, dan scheelt dat ons wat forensen. Ja. Mooi. En hoe is het met jullie mobiliteit? Vandaag toch met de auto hierheen gekomen, hè? Ja, toch maar wel. Ja. En in die file gestaan. En wel die file gepakt. Dus toch spijt gehad, of niet? Beetje wel. En Anna, jij, wat heb jij gedaan? Want je hebt veel thuis gewerkt, maar hoe ga je nu naar de universiteit? Nou, fietsen of lopen. Of fietsen, lopen. Vlakbij. Ja, maar ik woon vlakbij. Maar dan, ik heb ook, het is zo'n typisch verhaal. Ik woon in Amsterdam, heel klein appartementje. Ik heb geen aparte ruimte voor werk. Dus eigenlijk vanaf het moment dat het mocht, ging ik gewoon naar het kantoor. Omdat het dichtbij was. En dat, het is een heel klein plek. Ja, dus je was blij dat je er weer uit mocht. Ja. En met jou, Maarten? Ja, ik ben ook met de trein gekomen. Ik heb niet in de file gestaan. Nee, maar hoe heb je dat in de coronatijd gedaan? Ja, bij ons is dus, dat is al gezegd, heel veel thuis gewerkt eigenlijk. Ja. Binnen twee weken zijn. Christian, die heeft er 4 dagen in het lege kantoor gezeten. Ja, ik heb ook in het lege kantoor gezeten. Ja. Er was dan helemaal niemand. Dus het overleg ging dan alsnog via de camera. Nou ja, dat is toch ook wat. Ja. Goed, het wordt vervolgd. We hebben straks hier nog wat mensen aan tafel aan wie we jullie een boodschap kunnen meenemen. Dank jullie wel. Heel goed, dank je wel. Ja, dank jullie wel. Goed, ja. Ja, want wat betekenen de uitkomsten voor het integrale beleid? We gaan inzoomen op de lokale overheid. En ik wil Yassine Tornoglu, wethouder van de gemeente Eindhoven, hier bij me hebben. Willem Bunk, hij is al genoemd als wethouder in Bronkhorst. Maar neemt namens de regio in de Achterhoek. En Hilde Blank, zij is directeur stedenbouwkundig bureau BVR. En dan weet iedereen wat dat is mij verteld. En ook nog stadsbouwmeester in Leiden. Even naar de sneltekenaar. Gaat het goed, Sander? Ja? Heb je weer iets moois kunnen doen net? Wat zeg je? Ik verstond je vraag niet. Oh, ik vroeg me af. Kan je het bijbenen, het gesprek met je tekeningen? Het gaat best goed. Ik vind, hoe zeg ik dat? Ik had het rapport gelezen van tevoren en ik had een kaart van Nederland gemaakt van tevoren. En ja. Ik hoopte eigenlijk om een nieuw Nederland te tekenen na corona. En ik krijg eigenlijk heel veel bouwstenen voor die leiden tot een nieuw Nederland. Het zijn soms kleine dingen, maar alles bij elkaar misschien toch wel heel groot. Oké, nou mooi. Dat gaan we straks terugzien. Dank je wel, Sander. Die ene zin of dat ene woord, en jullie hebben gezien, ik ben heel streng. Wat is het rapport herkenbaar, Willem Bunk? Ja, zeker. Herkenbaar. Ja, herkenbaar. Ja. Van Korst, Hilde. Ja, echt een katalysator. Echt een katalysator. Ja. Oké, Hilde Blank was dat. Ja, herkenbaar. Ja. Ook herkenbaar, ja. Zeker. Mooi. Hilde, ik wil eigenlijk met jou beginnen. Want en even inzoomen per onderwerp. Dus eerst gaan we het over mobiliteit hebben, daarna over wonen en daarna over het thuiswerk hebben. In kleine blokjes en we hebben 20 minuten, dus dat wordt stevig. Maar we gaan het doen. Een aantal ontwikkelingen en uitspraken van de vorige sprekers. Hè, die veranderingen in de mobiliteit. Er is een neiging, misschien herkenbaar, tot andere reispatronen. We gaan niet minder reizen, maar wel op andere momenten gaan we reizen. En dan vraag ik aan jou, Hilde, als stedenbouwkundige. En wat heeft dat nou voor impact op het stedenbouwkundige beleid? Of zou dat het kunnen hebben? Ja, nou, dat is natuurlijk een enorme mooie vraag. En ik moet je eerlijk zeggen, ik ben onder de indruk vanavond hoeveel er al over de kwaliteit van de leefomgeving en over dat soort aspecten genoemd is. En ook wel de waarde van onderzoek.
Want dat is voor ontwerpers, hè, als je kijkt naar de stedenbouwkundige inrichting van steden, is de waarde van onderzoek heel erg belangrijk. Omdat je moet kan baseren op feiten en dan kun je ook de juiste keuzes, ontwerpkeuzes maken. Mm-hmm. En als je kijkt naar mobiliteitsverhaal, dan wil ik benadrukken dat nabijheid, het begrip nabijheid, is opeens helemaal hip. Ik weet niet of anderen dat herkennen. Betekent dat je heel erg veel behoefte hebt om in en om je woonomgeving, daar ook je voorzieningen, je activiteiten, je ontmoetingsplekken te hebben. Maar is dat door corona anders dat geworden? Is, was dat al? Nou, dat, het, was het wordt sorry, ja. Hè? Ja, sorry. Nee, maar het wordt ontmoeten, hè? Ontmoetingsplekken ja. maken. Dat was natuurlijk al, maar door corona zie je dat veel meer doelgroepen en veel meer mensen beseffen dat nabijheid heel erg belangrijk is. Ja. Dus je gaat volgens mij wat selectiever om als je verder moet reizen, maar er is veel meer behoefte om op je, nou ja, in een straal van de, door ja. de e-bike kan je ook wat langer fietsen. Ja, maar is dat in die straal, dat daar veel ja. meer gaat gebeuren. Ja, dat zie ik ook echt. Is dat iets voor lokale overheden? Of is voor de, wie zou jij dat willen adresseren, dat daar meer aandacht voor komt? Nou, die nabijheid die heeft natuurlijk wel mee te maken dat het meer gaat dan om bouwen of vierkante meters. Het gaat echt om je omgeving. En nou ja, ik weet niet of ik gelijk maar mijn eerste hartekreet naar mijn twee mede bestuurders moet geven. Maar, niet in. Nou ja, wat ik wel heel erg belangrijk vind. We zien dat gemeentes de laatste jaren heel erg meer projecten mee zijn gaan ontwikkelen. En dat die aandacht voor je, die bredere omgeving, eigenlijk wat verloren is gegaan. Er is heel veel behoefte nu aan samenhang, dingen elkaars verband te zien. En ik zeg wel eens van, eigenlijk moet je het begrip stadsontwikkeling weer opnieuw uitvinden. We zijn allemaal een beetje projectontwikkelaars op een bepaalde manier geworden. En ik vind dat de overheid, en wat gemeentelijk, was daar het gevolg van? Dat je veel meer pleksgewijs, gebiedsgewijs dingen gaat ontwikkelen. En dat je daardoor de samenhang en hoe alles op elkaar inwerkt, dat je dat wat uit het beeld verliest. Als want dat is één vraag die we hier krijgen. Ja? Maurits heet die. Ja? Hij zegt, thuiswerkers hebben de behoefte aan ontmoeten. Hè? Want je zegt die nabijheid, maar waar doen ze dat dan? Doen ze dat dan bij de horeca of openbare ruimtes, in parken? Nou, of je ziet het ook dat die parken, die zijn overvol. Ik vind het vrij dat er ook door klimaat en water, de hittestress, dat ook die aandacht voor groen heel belangrijk is. Ja. En dat zijn zachte waardes. En waar ik op wil agenderen is, die zachte waardes hebben vaak niet zo'n eigenaar. Dat is toch een beetje de publieke zaak. Ja. En het zou mooi zijn als gemeente zich de harde waardes wat meer overlaat aan de partij die daarvan zijn. Ja. En zelf iets meer energie stoppen in die zachte waardes waarin iedereen zoveel behoefte aan heeft. Ik wil heel even naar Eindhoven en daarna kom ik naar Bronkhorst. Is het goed? Prima. Yes, u bent wethouder daar en de hartekreet van Hilde. Beste overheden, lokale overheden, niet alleen maar projectontwikkelaar zijn, maar het in zijn geheel integraler zien. Nou, dat is een heel herkenbaar verhaal. Het grappige is, toen ik in de trein, dan heb ik meteen het antwoord gegeven op de laatste vraag, deze kant op kwam, was voor mij echt een van de belangrijkste begrippen die ik had voorbereid, nabijheid. Want dat is echt wat ik ook de afgelopen periode heb gezien, is dat die nabijheid zo ontzettend waardevol is voor mensen om die coronaperiode te doorleven. En dan komt, en dan, dat zie je ook aan de overlastmeldingen, dat daar waar de ruimtelijke kwaliteit, groenvoorzieningen en die nabijheid goed georganiseerd is, dat mensen ook die vlucht naar buiten hebben gezocht. En dus ja, het samenleven wat makkelijker ging dan in die wijken waar het wat meer op elkaar gekropt. Maar dat gaan we zo meteen in het blok wonen ook nog verder uitwerken. Maar dit ging het over het blok mobiliteit. De reispatronen van mensen zijn ook veranderd. Betekent dat ook iets voor jullie plannen? Nemen jullie dat mee? Zeker. Wij hebben al een hele mobiliteitstransitie voor ogen, omdat we de schaarse ruimte die we in de stad hebben ook vooral willen gebruiken voor de woningbouw. Maar je ziet dat corona ons ontzettend heeft geholpen met inderdaad veel meer e-bikes, de deelscooters die komen veel meer oppoppen. En je ziet dat ook gewoon heel erg werkt. Als ik even heel erg naar mijn eigen gedrag kijk, voor mij is de auto absoluut overbodig in de stad. Want ik doe het of met de scooter of met de fiets of ik loop. En dat is echt in coronatijd gebeurd. En dat zie je ook in de breedte van de stad. Daar waar voorheen op en daar hebben jullie als lokale overheid op gestuurd. Ja. En je zegt van dat gaan we doen. En daardoor worden die wijken ook meer verbonden met elkaar. Ja. Is dat het? Nou ja, het is al voor corona ingezet, maar corona helpt ons om daar versnelling in te brengen. En daar waar je voorheen. En wat hebben jullie dan afgeschaft? Want jullie hebben dus dan misschien een nieuwe keuze gemaakt, maar hebben jullie ook van iets gezegd dat doen we dan niet meer? Want dit leert ons dat we iets beter niet kunnen doen. Nou, de trend was al andere vorm van mobiliteit, dus ons beleid was ook gericht op minder auto's in de binnenstad. Ja. Veel meer inzet op OV, maar je zag dat er een hele grote politieke discussie was over autootje pesten. Ik bedoel, dat zag
zag je in de gemeenteraad vooral gebeuren. En je merkt dat daar waar partijen voorheen heel erg voor die auto opkwamen, nu ook wat genuanceerder zijn in hun standpunt, waardoor ik hoop dat de lokale overheden veel makkelijker en sneller die beslissingen kunnen nemen in die mobiliteitstransitie. Want dat is niet zozeer een bestuurlijke issue, maar veel meer een politieke issue. En daar zit wel echt een fundamenteel verschil. Ja, dat weet ik wel. Maar hoe kom je daaruit? Daar heeft corona ons wel bij geholpen, omdat die politieke discussie veel genuanceerder gevoerd wordt dan voorheen, waar de auto het recht moest hebben om in die binnenstad onder het winkelcentrum geparkeerd te worden. Ja. Hoe werkt dat in de Achterhoek? Nou, de Achterhoek is eigenlijk een nabijheidssamenleving. Corona-proof samenleving, zou je kunnen zeggen. De oproep van Hilde, dat is het. Ja, kom in de Achterhoek kijken, dat is dan het plaatje. We komen allemaal naar jullie. Heel graag. Maar het is het bijzondere aan de Achterhoek is, in de Achterhoek Monitor hebben wij in beeld gebracht hoe het toen zat in de Achterhoek. Gemiddeld woon-werkverkeerafstand is 8 kilometer. Landelijk gemiddeld is 23. Dat is echt een heel groot verschil. Mm-hmm. Dus mensen wonen heel dicht bij hun werk. We gaan op de fiets, we zijn aan het werk. Maar er zijn niet nu een hele hoop thuiswerkers bijgekomen in de gemeente Bronckhorst? De meeste mensen werken niet thuis, maar gewoon op het bedrijf. We hebben een hele grote maakindustrie, agrofoodsector. Daar kun je niet thuis werken. Dat is gewoon in de loods, in de productiehal. Of ze gaan in busjes naar de Randstad om allerlei ingewikkelde installaties in elkaar te schroeven. Dat is dus niet helemaal in dat woon-werkverkeerscijfer te zien. Want ja, je kunt wel naar het aannemersbedrijf rijden op de fiets 2 kilometer en dan de bus stappen, vervolgens 150 kilometer naar je daadwerkelijke werkplek rijden waar jij je werk uitoefent. Ja. Maar dat, dus die mensen maar wat hebben zijn de vragen die jullie je nu stellen naar aanleiding van corona en misschien de ontwikkelingen die jullie zien, ook op de huizenmarkt, maar daar komen we zo meteen op terug, rondom die mobiliteit? Rondom mobiliteit is er op zichzelf geen probleem. We hebben geen congestie, geen files. De congestie is bij Arnhem. Dat is een van de grootste probleempunten voor de hele Achterhoek. Omdat daar al dat werkverkeer langs moet. Dus mensen moeten om 5 uur 's morgens uit bed. Omdat ze voor 7 uur voorbij Arnhem moeten zijn. Maar dat zijn niet de thuiswerkers, zeg. Dat zijn dus niet de thuiswerkers. Okay. Voor de thuiswerkers, zoals ook ikzelf als bestuurder, heb ik anderhalf jaar thuis gewerkt. Dus ik heb gewoon mij niet verplaatst. Nee. Ik ben gewoon echt alleen maar thuis geweest bijna. Nooit in Arnhem geweest? Ik ben ook niet in Arnhem geweest. Ik ben vandaag voor het eerst sinds hele lange tijd met de trein. Ik moest op zolder de businesscard opzoeken. En ik ben echt voor het eerst in een jaar aan deze kant van de IJssel. Want alles is online gebeurd. Het voelt een beetje onwennig. Ja, dat is wel weer leuk. Ja, ook wel weer leuk. Maar goed, bij jullie ligt het in die overstap naar thuiswerk, voor de thuiswerkers, als we het daar dan toch even over die ene thuiswerker in hebben. Hebben we het over één thuiswerker? Nee, er is natuurlijk wel een toename van thuiswerkers. Mensen die in de Achterhoek wonen en elders werken. Dat deed ik vroeger ook, voordat ik wethouder werd. En dan reis je dus heel veel. Mm-hmm. Dat is dus nu minder. Mm-hmm. Dat komt wel weer een beetje terug. En wat voor ons ontzettend belangrijk is, dat die paar goede verbindingen, dus binnen de Achterhoek lukt het wel. En we zijn heel goed met Mobility as a Service bijvoorbeeld ontwikkelen. Maar die paar verbindingen naar de rest van Nederland, die zijn, en ook naar Duitsland, die zijn ontzettend belangrijk. Ja. Dus ik hoop toch dat de NS en het Rijk een klein beetje heroverweging doen in die infra-investeringen. Daar zijn die miljarden voor nodig, ben ik mee eens. Maar wij hebben maar 25 miljoen nodig voor een regio-express van Winterswijk die niet stopt in Zutphen, waarna ik weer het overstap. Dat ik door kan rijden naar Apeldoorn om daar op de Intercity te stappen. Dat zijn kleine investeringen die paar verbindingen van naar de Achterhoek sterker maken, waardoor dat deel van de mensen wat wel thuis werkt, dat beter kan doen. Herken, ik snap heel goed dat de wethouder zo'n vurig pleidooi houdt voor zo'n noodzakelijke investering. En dat zie je wel bij alle gemeentes, dat alle wethouders met dit soort issues worstelen. En ik hoop dat corona ons wel gaat helpen om met het Rijk te kijken hoe je op een andere manier beter kunt investeren in die openbaar vervoer en de infrastructuur. De meneer van de NS die had daar wel, die zegt, maak regionale afspraken. Hè? Hebben jullie dat gedaan in Eindhoven om de arbeidspatronen te doorbreken en ervoor te zorgen dat er minder mensen Ik denk wij hebben een groot bedrijf zoals ASML, die ook een enorm groot mobiliteitsplan hebben gemaakt en nu ook in corona daar ook het een en ander op hebben aangepast. En ja, het werkt, want het zorgt ervoor dat het in de spits. Maar hebben jullie zo'n regionale afspraak met universiteiten, met hogescholen Ik denk dat er wel moet gaan komen. En ik denk dat wel de trend is van de komende periode. Want de acceptatie dat we weer met z'n allen in die files gaan staan in de ochtend, dat is er gewoon niet meer. Voordat ik hier naartoe kwam, heb ik ook even op Instagram een post geplaatst van, goh, hoe doe jij het, zeg maar? Mm-hmm. Je woon-werkverkeer. En de meeste mensen
die reizen ook veel heel anders en die gaan ook niet meer in de spits rijden. Ja. Ik merk zelf dat ik het ook minder te horen heb. Ja. Heel, wil jij kort reageren op wat je nu hoort? Nou, wat natuurlijk wel heel interessant is, en dat het gedrag van mensen heel erg daardoor is beïnvloed. En de wensen en de ideeën die daarvoor zijn. En ik hoop ook wel dat het hele onderzoek wat nu gedaan is, dat inderdaad geen verkapte bezuinigingsoperaties, dat je niet moet investeren in infrastructuur. Want ik denk dat het onderzoek heel goed aangeeft dat je anders gaat gedaan. En dat anders heeft ook zijn financiële consequenties, moet je investeringen anders richten. Want de aannames die er ooit zijn gegaan, zijn misschien anders geworden. Ja, en de behoefte is ook anders geworden. En er is ook een nieuwe gewenning gekomen. Ja. En ik hoop echt van harte dat we in kansen gaan denken. En dat we ook gaan kijken van hoe kunnen we met deze ramp die ons toch eigenlijk overkomen is met corona, hoe kunnen we dat ten goede keren? En soms, dat is natuurlijk vaak in mijn vakgebied, heb je een ramp nodig om een mindset te organiseren, om mensen echt anders te laten kijken en werken. Ja. En ik hoop dat we het nu al niet allemaal wegkabbelen, maar dat we het heel serieus nemen. Okay. En dat dit ook echt tot een mindset gaat leiden. Ik wil naar het wonen met jullie. Er is hier gezegd, misschien heeft die corona en thuiswerken wel ertoe geleid dat we meer moeten investeren in die omgeving van het werk, hè, van de woonomgeving, de ruimtelijke ordening, beter inrichten, meer kwaliteit, ook van de woningen, meer flexibiliteit van de woningen. Misschien ook anders bouwen, innovatie. Ja, Hilde, wil jij dat toch even een voorzet geven, zodat wethouders kunnen... Ja, natuurlijk heel graag. Maar wat natuurlijk wel heel interessant is, een aantal jaar geleden, ook toen het ministerie van VROM was afgeschaft, en toen kwam INM en toen INW, toen was kwaliteit bestond eigenlijk nauwelijks. Als onderwerp? Als onderwerp. Ook als rijksonderwerp. En ik ben dus heel erg blij dat door deze discussie het woord kwaliteit weer aandacht krijgt. En dat het niet alleen maar gaat over ruimtelijke kwaliteit, maar ook over leefkwaliteit. Dus ook over de sociale kant en de inclusieve kant daarvan. Ja. Dus als je het over die woonopgave hebt, dat we het niet hebben over, er werd net al heel goed gezegd door een paar sprekers, niet alleen over de aantallen hebben, maar heel erg voor wie en wat. En kunnen we het efficiënter, soms nog zelfs allemaal groter. Hè? Ik denk van, misschien moet je wel klein bouwen om veel te bouwen, maar misschien heb je veel meer collectieve voorzieningen en plekken nodig waarmee je dat kan doen. Dus echt nieuwe concepten op dat wonen zou ons heel erg kunnen helpen. Is daar behoefte aan in de Achterhoek, nieuwe concepten op het wonen? Ja, we hebben echt een enorme denkfout gemaakt in de Achterhoek een aantal jaar geleden door te denken als de bevolking een beetje afneemt dat je dan moet stoppen met bouwen. Dus waren we nog maar projectontwikkelingsgemeente, dat kunnen wij dan niet meer, hebben we 10 jaar niet meer gedaan. Ja. We hebben voor het eerst weer grond verkocht dit jaar. Maar er is ook een denkfout gemaakt dat mensen allemaal in de stad willen wonen. Dat is toch een soort dominant discours in heel Nederland. Dus in de Achterhoek denken ze dan ook van, dan willen mensen naar Zutphen en Doetinchem. En binnen de gemeente Bronckhorst, dan moet je mensen concentreren in Hengelo en Zelhem, want dan hou je de voorziening in stand. Mm-hmm. Maar we hebben 44 dorpen en buurtschappen in mijn gemeente. Dat zijn ongeveer 25, 30 echt hele vitale, levendige gemeenschappen. Mm-hmm. Die mensen willen dus blijven wonen in die gemeenschap, om daar deel van uit te maken. Althans, een belangrijk deel van die mensen. Als ze ouder worden, willen ze naar een andere woning in die gemeenschap. Ja. En niet 2 dorpen verderop. Ja. En voor ons is het een enorme uitdaging, en daar hebben we ook ontwerpers bij nodig. Hoe kun je dat realiseren met een kwaliteit die past bij onze identiteit als plattelandsgemeente? Ja, geen torens. Moet je dan buurtschappen verdichten tot kleine dorpjes? Of moet je buurtschappen een beetje laten uitspreiden in het landschap? Ja, en welke rol ziet u dan voor uzelf als wethouder daarin? Nou, ik maak nu de omgevingsvisie voor Bronckhorst, waar we heel veel aandacht geven aan het benoemen. Wat is de identiteit van Bronckhorst? Wat is die verschil van identiteit tussen die gemeenschappen? Ja. En hoe vertalen we dat naar een stip op de horizon in 2035? Ja. Waar willen we dan zijn? Ja. Welk type en wie hebt u daarbij nodig om dat te kunnen doen? Ja, ontwerpers zijn belangrijk, maar we doen het ook heel veel met onze inwoners en ondernemers om dat uit te stippelen. Dus dat. Ja. Het Rijk hebt u niet nodig. Nou, ik heb wel. Dat is altijd lastig bij of ons. De provincie moet dan toestaan dat we woningen mogen bouwen. Ja. En dat was tot nog toe mondjesmaat. En we vielen bijna van onze stoel een maand geleden in overleg met het college van GS en een ontmoeting met de Achterhoekse bestuurders. Dat zei, het is wel een beetje stil met plannen in de Achterhoek. Dat we dachten, wij mochten niks. Ja. En nu is het ineens niet mogelijk om woningen te bouwen in Arnhem en Ede, want dat is een stikstofprobleem. Ja. Dus nu, ik denk inderdaad dat je 20.000 woningen kunt toevoegen in de Achterhoek zonder die kwaliteit aan te tasten, sterker nog te versterken. Ja. Maar mijn grote zorg is wel, creëren we dan woningen en woonomgevingen die onderscheidend zijn van Arnhem-Zuid? Ja. Want dan moeten we niet hetzelfde verbouwen. Nee. Eindhoven, hoe ziet het er bij jullie uit?
Hysterisch. Hysterisch, ja. Ja, het is vreselijk om wethouder wonen te zijn. Want het gaat me echt aan het hart als ik kijk naar al die verhalen die ik hoor. Maar al die dingen die vanavond genoemd zijn. Hè, we moeten flexibeler gaan wonen. Ja. Daar komt u niet eens aan toe dan, waarschijnlijk? Of? Nou ja, we doen wel ons best om anders te kijken. En ook naar de bestaande stad. Hoe kan je nu... We hebben heel veel woningen die in de jaren 70 zijn gebouwd. In de echte hoogtijdagen van Philips. Wat gemaakt was voor een gemiddeld gezin van 4 personen. En als je nu kijkt naar die woning, woont er gemiddeld 1 persoon. Ja. Dus je hebt feitelijk heel veel ruimte. Dus we zijn ook aan het kijken, kun je die woningen flexibiliseren? Kan je met de kantorenmarkt iets doen? Nou ja, daar was ik wel erg blij mee. Maar dat is echt supergoed nieuws. Maar tegelijkertijd, en dat is het hele grote probleem, vind ik, van onze ruimtelijke ordening in Nederland. Het is Nederland regelland. En dit soort vermengingen, dat is bestemmingsplan technisch een terror. En dan krijg je ook nog een hele hoop onderzoeken die je moet doen voordat je überhaupt de mogelijkheid krijgt en wat hebt u dan nodig? Wat hebt u dan nodig? Veel meer flexibiliteit van de regels. Van wie? Vanuit de overheid. Vanuit de overheid. En daar hadden we iets voor, hè? We hadden er nu een omgevingsvisie. Met de omgevingsvisie. Die had tot doel dat je doelen moet stellen, ambities vanuit de kernwaarden. En dat we regelruimte zouden krijgen. En versnelling, waardoor initiatieven sneller tot stand komen. Helaas is dat niet gelukt. Ja, maar waarom zegt dat lukt nog wel. Ja, wacht. Ik wil even vragen. Want waarom zei u van, ach, ja... Nee, ja, wat je ziet is dat de reflex van de gemeentes ook is om binnen die omgevingswet zoveel mogelijk houvast te hebben aan de oude instrumenten die je hebt. En dat snap ik ook, want je hebt te maken gewoon simpelweg met burgers die soms ook in de weerstand komen. En ik denk dat misschien nog wel de grootste uitdaging is. Ik heb nog een vraag uit de chat, want want reageer nog, hè. Als jullie iets positiefs, mag ik iets positiefs noemen over wat heeft corona de Eindhoven nou gebracht? Als stad. Als stad. Nou, het heeft een bepaalde vorm van bezinning gebracht, zeg maar. En dat is een hele softe factor, maar ik vind die wel heel belangrijk, omdat het ook wel bijvoorbeeld... Wat hebben jullie bezonnen dan? Nou, neem mobiliteit. Gaan we toch even een stap terug. Je ziet dat mensen op een andere manier reizen. Je ziet dat ze niet met z'n allen de auto instappen om naar het winkelcentrum te gaan. Maar op wonen heb ik juist het andere gemerkt, helaas. Ik had in eerste instantie leek het een beetje te ontspannen, want de huurprijzen gingen enigszins omlaag. We zagen dat er ook iets minder expats en minder studenten kwamen, want dat is een hele grote aantrekkingskracht dat we als stad hebben. Maar je ziet dat nu het allemaal weer aantrekt. Dus de complexiteit neemt toe. Ja, dat was een vraag uit de chat van Maurits. Die zegt, heeft corona nog iets positiefs gebracht in Bronkhorst? Ja, economisch hebben wij gemerkt dat we ontzettend veerkrachtig zijn. In Bronkhorst en Achterhoek hebben we een hele sterke maakindustrie. Die waren even een week of 3-4 van het padje, zeg maar, in maart. Veel toeleveranciers van ASML bijvoorbeeld zitten bij ons. Maar die hadden dan een deel van hun producten uit Italië en China, kwamen niet binnen. Hè, dus het was helemaal... En toen gingen ze ontdekken, wacht even, dat kan ik ook bij mijn buurman bestellen. Ja. Die kan dat ook maken. Is een dubbeltje duurder van euro per onderdeel. Ja. Ja. Maar op het prijs van die producten maakt dat geen klap uit. Ja. Dus daar is eigenlijk een heel mooie nieuwe impuls gekomen. En onderlinge samenwerken tussen bedrijven en kennisinstellingen en overheden. Want wat hier ook werd genoemd, we hebben meer meldingen gekregen, met name in die sociale huursector van overlast. Dat zal in Eindhoven niet anders geweest zijn. Klopt. En wat kan je daar dan als wethouder mee? Wat wij heel erg hebben gedaan in die... donkere winterperiode is cultuur naar de mensen brengen. Dus winterparades die maar dan door de straat. Maar is dat iets wat dan blijvend is? Want nee, het is gewoon wel een beetje feel good. Maar wat je hebt, en dat is wel een positieve ontwikkeling geweest van corona. En dan kom ik toch ook terug op dat woordje nabijheid. Het heeft mensen ook wel dichter bij elkaar gebracht. Je ziet dat de vrijwilligers steeds meer oppoppen in de wijken die activiteiten organiseren. Uh-huh. Je ziet dat mensen ook steeds meer oog hebben voor elkaar, want een groot probleem is eenzaamheid in coronatijd. En dat is alleen maar groter geworden door het feit dat mensen thuis zijn gaan werken. Dus daar is wel veel meer sociale cohesie, maar we zijn er niet. Er is wel een enorme opgave voor de gemeentes met name. Ja. En dat is ook weer een soort zachte waarde, hè? Een soort kwaliteit. Ja, was inderdaad, verbroedering heeft het ook wel gebracht, maar dat heb je net eigenlijk heel goed verwoord. Dat er ook wel mensen ook... ik vind het ook wel heel knap, hè, dat alle landen, niet alleen Nederland, alle lagen van de bevolking hebben allemaal met hetzelfde issue te maken. Uh-huh. En moet je dan eens zien wat een overheid door zijn tv-uitzendingen... Uh-huh. Met uitspraken, met richting geven, een heel snel toch mensen mobiliseert. Ja. Dus ik denk wat je leert van corona is dat je, als er echt urgent is, dat je best ook wel grote opgaves voor elkaar kan krijgen. En dat zouden we wel moeten vasthouden, denk ik. Laatste vraag over het thuiswerken en de maatschappelijke gevolgen daarvan. Er waren grote verschillen, heeft Tanja ons voorgerekend en laten zien. Is er een rol van de lokale overheid om daar wat mee te doen?
Ik vind van wel. Kijk, we moeten even aanzien wat dat voor maatschappelijk impact gaat hebben. Maar als je wijken hebt waar een hele hoop mensen thuis werken, dan denk ik dat daar ook veel meer voorzieningen gaan ontstaan. Omdat mensen toch de behoefte hebben om toch die groene thee of een latte buiten te halen. Omdat dat ook een stukje ontspanning is. En dus er gaat een andere vorm van lokale economie ontstaan in die wijken waar heel veel thuis gewerkt wordt. Terwijl je aan de andere kant zult zien, daar waar de andere beroepen zijn die weggaan, dat daar de winkelstrips, et cetera, toch wel onder druk gaan komen te staan. Dus ik denk dat wij een hele actieve rol hebben te spelen in die ruimtelijke ordening, in hoe ga je gemengde buurten maken, maar tegelijkertijd hoe zorg je er ook voor dat die lokale economie ook op een goede manier verspreid wordt. Want anders krijg je echt ook een economische kloof tussen wijken. En daar moeten we wel voor waken. Nog is er nog nieuws uit Bronkhorst te melden rondom het thuiswerken. Hebben jullie, want ik begreep dat er bij jullie in het dorp iemand was geweest die had een winkelpand opgekocht en die heeft daar een flexplek georganiseerd voor thuiswerkers. Nou ja, dat vind ik een interessante ontwikkeling inderdaad. Dat er een aantal initiatieven zijn. Want dat is iets wat we in de stad wel kennen. Een buurthuis openzetten waar wat flexplekken zijn gemaakt. Ja. En een jong stel wat een wat grote pand had gekocht, niet wist wat ze mee moeten. En daar nu een soort ondernemersontmoetingsplek gemaakt. Dat zijn voorzieningen die je in kleine dorpen niet zoveel zag nog. Dat zie je nu wel komen en ik ben benieuwd of ze dat doorzetten. Daar wil ik ook op letten om na te gaan of we daar iets meer in moeten doen. Ja. Ja, en tweede blijft bij ons wonen, woningen bouwen. Niet alleen voor de vraag van nu, maar ik hoop dat de trend zich wel doorzet. Dat er mensen kiezen voor wonen in de Achterhoek. Omdat één partner die banen niet maakt in de industrie of in de zorg en de bouw kan hebben. Maar de andere partner die dan wellicht toch nog op afstand moet werken, ontdekt dat kan nu. Ja. En dat kon eerder niet. En dus die trend verwacht wel dat die wat door gaat zetten. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Dan, Ik weet niet hoe het thuis is. Ik weet ook niet hoe het in de zaal is. Hoe is het met zitvlees? We hebben nog We hebben nog even te gaan. We gaan een wrap-up doen. We gaan conclusies trekken. Zijn er nieuwe ideeën en inzichten? Wat zijn de gevolgen? Ik wil Maarten Schuring, de SG van het ministerie van Binnenlandse Zaken, hier naar voren halen. Jan-Hendrik Dronkers, SG van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En Hans Momma's zou je ook hier naartoe willen komen. Maar dan, en als jullie hier neerzetten, dan wil ik eigenlijk gaan kijken naar de eindtekening, of bijna de eindtekening van onze Sander. Hoe is het, Sander, met jou? Nou, volgens mij wel goed. Ik blijf getriggerd door toch ook wel het optimisme en de kansen die steeds benoemd worden. En ja, ik vond eigenlijk ik was heel blij met de toevoeging van leefomgeving, woonkwaliteit en de tendens dat nu eigenlijk versneld gaat veranderen. Althans, dat is mijn hoop eigenlijk, dat gaat gebeuren. Ja. Want jouw oorspronkelijke vak is stedenbouwkundige. Dat klopt. Ja, ja. Dus daarom hoor jij ook met een ander oog naar deze, of ander oor naar deze discussie. Dat sowieso, maar ook als net als iedereen corona-expert. Ik ben mijn omgeving en de weilanden om me heen ineens anders gaan waarderen. En de zorg dat dan ook allemaal volgebouwd wordt, is eigenlijk ook wel weer toegenomen. En ik vind nu door dit allemaal te horen met alles wat er eigenlijk kan en hoe iedereen de het landschap en de ruimte koestert. Dat biedt kansen volgens mij en hoop. Mooi. Dankjewel. Wij gaan het vast nog toegestuurd krijgen wat jij gaat maken. Want ga je nog een beetje doortekenen of is dit nou sloes? Kan jij nu in de ontspanstand? Nee, ik teken gewoon tot het einde. Nee, dat lijkt me wel belangrijk. Ja, precies. Dankjewel. Goed, in één woord, in één zin. Welkom, 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 welkom. Wat vindt u van het rapport? Is daar in één zin of één woord over te zeggen? Als u mij vraagt hoe ik naar het rapport kijk, dan denk ik het is deels waar, maar deels ook onwaar. Oh, kijk, dat is een mooie zin. Daar kunnen we zo meteen op ingaan. En u? Ik vond het herkenbaar. U vond het herkenbaar. Deels waar, deels om. Ja, daar ben ik toch heel benieuwd. Wat, in welk opzicht? Nou, kijk, als je het rapport goed leest, het is een genuanceerd rapport, maar het is ook op een bepaalde manier nu vanmorgen natuurlijk in de kranten verschenen. Dan staat in dat rapport dat je woon-werkverkeer met thuiswerken voor 8% kunt reduceren. En dat is een mooie conclusie. Want in de integrale mobiliteitsanalyse die het ministerie gemaakt heeft en die in de zomer naar de Kamer is gestuurd, hebben wij twee scenario's uitgewerkt. En in één scenario staat ook dat we
8% door woonwerkverkeer, door thuiswerk te stimuleren, zouden kunnen verminderen. Uh-huh. Maar daar moet je, dat is niet de enige ontwikkeling naar de komende tijd. Je moet ook even kijken naar de groei van de economie, naar de demografie. En als je dat erbij zet, en dat staat ook in onze integrale mobiliteitsanalyse, dan neemt de groei van de mobiliteit, ja, of je het nou wil of niet, maar als je het uitrekent, gewoon nog toe. En dat betekent dus dat je ook nog zult moeten investeren om die groei op te vangen. Ja. En het rapport zoals het een beetje in de publiciteit is gekomen, wekt de indruk alsof dat niet meer nodig is. Dat staat niet in het rapport, dat is best wel genuanceerd opgeschreven. Nee, maar zo is het wel een beetje in de kranten gekomen. En mijn collega net vanuit de NS is waarschuwde ook. Even vragen of hij daar ongelukkig mee was. Nou ja, ik bedoel, je weet dat dit soort verruimingen van het debat, dat die plaatsvinden. Ja. Dus ja, en je snapt ook wel dat wanneer je het hebt over... Jongens, denk nog eens even. Ik denk dat het nodig is, hè, als het ons echt lukt om die woon-werk-interactie echt anders te gaan inrichten. En daar kunnen we het zo nog over hebben. Dat je dan die druk van die file afhaalt en dat je dan echt moet gaan nadenken over een aantal investeringen die je van plan bent om te gaan doen. Dus we hebben het niet eens over de voorgenomen investeringen, maar als je verder weg kijkt en zo. Dus je vraagt even denkruimte. Ja. Nou ja, en uiteraard, uiteraard maken mensen daar dan misbruik van. Ja. Dus vandaar dus mijn oproep aan het begin ook, om het weer even terug te halen naar waar het ons indies over moet gaan. Ja, maar is het dan fijn vanuit infrastructuur, zeg maar, als er zo'n rapport ligt dat vraagt om denkruimte, zodat u ook weer eens, zegt u vandaag, wat is de relevantie dan van zo'n... Nou kijk, het mooie van het rapport is dat het natuurlijk wel de trigger zet op thuiswerken. Ja. En ik gaf al aan, ook in onze beleids... overweging hebben wij dat denken over thuiswerken wel nodig. Dus dat is het mooie van het rapport. Ja. Het navrante een beetje van het rapport is dat natuurlijk nu ook, zeg maar, investeringen die op de korte termijn moeten worden gerealiseerd, dat staat niet in het rapport, maar zo is vertaald. Ja. En ja, je weet ook soms hoe rapporten gebruikt worden. Ja, dat daar nou ook weer discussie over ontstaat. Dus en daar ben ik politieke... wel een beetje ongelukkig mee. Want als je ziet in Nederland hoe moeilijk je komt tot investeringen in de ruimte, omdat we zoveel functies in het land willen combineren, dan moet je een beetje voorzichtig zijn om daar nou gelijk een vraagteken achter te zetten. Dus dat, daar is wat meer terughoudendheid geboden. Op de lange termijn, wat ook weer in het rapport staat, heb je natuurlijk weer meer duikruimte. Want één denkruimte, want één ding is helder, dat blijkt ook in de discussies van vanavond. Mm-hmm. Wat er nou precies gaat gebeuren en wat de effecten allemaal zullen zijn. Er zijn heel veel wensdenken is op dat punt. Dat is nog niet zo heel erg duidelijk. En het is ook leuk om daar mee te experimenteren de komende tijd. En te kijken hoe die ontwikkelingen zich gaan voltrekken. Er zitten echt kansen in. Ja. Maarten Schuur van de Binnenlandse Zaken. Het was herkenbaar, zei u het rapport. Ja, dus had het dan niet geschreven hoeven worden? dan zouden er heel veel rapporten niet geschreven hoeven te worden. Ja. Dat zou ik niet willen beweren. Nee, volgens mij was het, zeg maar... Ik denk dat het ook wel oproept tot actie en nadenken. Uh-huh. En inderdaad ruimte daarvoor. Kijk, wat ik er heel duidelijk uit vond komen, en wat voor mij herkenbaar is, is dat de stad en de aantrekkelijkheid daarvan niet voorbij is. Dat er tegelijkertijd wellicht wel een lichte beweging, waarvan we nog niet precies weten hoe ver die doorzet, maar naar andere plekken in het land is om te gaan wonen. En van daaruit thuis te werken. Maar dat de urgentie van de woningbouwopgave in de steden, maar ook door het hele land, niet kleiner is geworden door corona. Eigenlijk is die nog net zo groot, laat ik het zo maar even zeggen. Ja. En in die zin vind ik het dus ook wel een oproep, laat maar zeggen, om door te gaan met die toch brede opgave die we allemaal hebben om nu te versnellen in die woningbouwopgave. Ja, maar dan moeten er wel een paar dingen gebeuren. Want we hebben hier aan tafel mensen gehad die zeiden, we moeten in die kwaliteit, juist die flexibiliteit, we hebben meer innoveren in de woningbouw. We moeten die kwaliteit ook toevoegen. We moeten niet alleen maar als projectontwikkelaars aan de gang, maar we moeten integraal blijven denken. Daarvoor hebben we ook allerlei regels die afgeschaft moeten worden. Potjan dikke, denk ik dan. Ik heb nog niet heel precies gehoord welke regels dan afgeschaft moesten worden. Oh jee. Maar daar ben ik best benieuwd naar. Ja, jullie hebben zo meteen en ik denk overigens dat de omgevingswet eigenlijk best wel veel ruimte biedt daarvoor, mits die op een bepaalde manier wordt gebruikt, namelijk met ruimte, waar die voor bedoeld is. Wat ik wel een mooi element in de discussie vond inderdaad, is dat kwaliteit en leefomgeving, ook door corona eigenlijk, veel nadrukkelijker weer tot uiting zijn gekomen. De weilanden om de tekenaar heen,
De ruimte om te recreëren, om even naar het pleintje te kunnen gaan, om daar een bankje te hebben waar je op zit. Hè. Dat is denk ik wel veel belangrijker. Of voor iedereen. Iedereen is zich er meer van bewust dat dat belangrijk is bij het ontwerp van wijken en buurten. Dus... En Nicole Segers die vraagt hier bijvoorbeeld van, kunnen we dan ook meteen die duurzaamheid meer mee gaan nemen? Want dat is nog niet zo benoemd en dat is vast mijn schuld, omdat ik daar niet naar gevraagd heb. Want ik weet dat dat wel door de mensen die hier aan tafel hebben gestaan wel ook gezien wordt als een kans. Maar zien jullie dat ook, om dat dan ook daarin mee te nemen? Ja. Nee, absoluut. Kijk, in essentie, hè, we hebben het wel over allerlei modaliteiten, weg, spoor. Mm-hmm. Alle modaliteiten moeten zich verduurzamen. Daar is geen ontkomen aan. Dus dat moet ook niet zo onderscheidend meer eigenlijk zijn. Het hele mobiliteitssysteem moet zich verduurzamen. Dat kost tijd, maar dat zal nodig zijn. Anders kunnen we die doelstellingen absoluut niet halen. Mm-hmm. En als je kijkt natuurlijk ook in de stedelijke omgeving en naar het verplaatsingsgedrag, dan is het eigenlijk ook weer niet zo moeilijk. Want wat je kunt lopen, dat moet je lopen. Dat is gewoon gezond. En wat je kunt fietsen, moet je fietsen. Ja. En de hart-op-hart afstanden tussen steden, daar is het openbaar vervoer verreweg preferabel voor. En als je kris-kras relaties hebt, je moet op een dag op heel veel plekken zijn, dan moet je het autosysteem hebben, als je veel moet verslepen. Dus er is eigenlijk een vrij apolitieke invulling mogelijk over hoe je dat vervoerssysteem gewoon het beste kunt inrichten. Ja, ook vanuit het aspect van duurzaamheid. Daar hoef je eigenlijk helemaal niet zo lang met elkaar over te praten. En als je met Het dan tegen? Nou, vaak ook al allerlei gevestigde opvattingen vaak, of dingen zo zitten of zo moet het of zo. Van wie? Neem nou even thuiswerk, hè. Dat is een mooi voorbeeld. Hè. Moet je dat nou stimuleren of moet je dat, als je gewoon onderzoek doet naar thuiswerken, 70% van de mensen die kan thuiswerken, die wil thuiswerken. Ja, dus je hoeft daar helemaal niet zo'n dwang op te leggen. Je moet het mogelijk maken. Je moet mensen daartoe verleiden. Ja. Je moet voorbeeldgedrag tonen. Hè, van Rijksoverheid. Ja, ook als Rijksoverheid. Ja. Want het is aanwezig. Ja, want dan heb ik een mooie vraag aan Binnenlandse Zaken. Want jullie zijn een grote werkgever ook. Hè, heel veel mensen bij jullie in dienst in de Rijksoverheid. Maar gaan jullie dit dan ook naar thuiswerken, die hybride vormen en zo zijn? Hoe zijn jullie daar dan mee bezig? Wat heeft het voor gevolgen ook voor de kantoren en zo? Ja. Nou ja, we weten nog niet precies hoe dit uitpakt. Dus ik vind het best stoer van een aantal bedrijven dat die, dat zei de mevrouw van de Stekgroep, dat die hebben besloten om 40% of gemiddeld 20% aan kantoorruimte af te bouwen. Misschien kan dat. Het zou ook kunnen dat die ontmoeting veel meer ruimte vraagt op andere momenten van de dag. We weten het gewoon nog niet zo goed. Dus we hebben bij de Rijksoverheid, inderdaad de grote werkgever, hebben gezegd, we gaan tot 1 januari oefenen, uitzoeken hoe het werkt. Maar we hebben wel gezegd, die 50-50, Jan-Hendrik zei 70% van de mensen die kan thuiswerken, wil thuiswerken. En die mensen geven aan ongeveer 50-50 te willen werken. Mm-hmm. Nou, als dat nou de wens van mensen zelf is, nou, dat is ook een wens van de werkgever. Dus het gaat om, hoe krijgen we dat nu voor elkaar? Dus dat kan je doen door thuiswerkvergoedingen. Dat kan je doen door inderdaad op andere momenten te beginnen. Gedacht, nou, meer dan dat. Dat wordt in allerlei teams besproken. Dat wordt al geëxperimenteerd. Er zijn inmiddels 300 zalen in de ministeries ingericht voor hybride vergaderen. Dus daar wordt veel aan gedaan. En tegelijkertijd, we weten nog niet precies hoe het gaat werken. We weten niet of het lukt. Je om kan met ook de niet hele vaste van de afspraken maken, zegt u eigenlijk. Nou, ik vind dat best ingewikkeld. Ja, als je af en toe je hele team ook nog eens wil zien, dan is toch de woensdag wel weer lastig. Want dan hebben er weer veel mensen kinderen thuis. Ja. Dus wat ik wel ook van deze discussie weer heb meegenomen, is dat Jan-Hendrik noemde het verleiden. Mm-hmm. Dus zeg maar, ik denk dat we als samenleving, niet alleen als Rijksoverheid, maar als samenleving zouden moeten nadenken over wat zijn nou type maatregelen die tot dat verleiden kunnen komen. Ja. En, nou, bijvoorbeeld, bij mijn kinderen hebben ze niet meer op woensdagmiddag vrij. Ja, dat maakt echt veel uit in de flexibiliteit in de week voor mijn vrouw en voor mij. Ja. Misschien moeten we toch nog nadrukkelijker iets met werkkostenmogelijkheden doen, die ook verleiden de mensen om thuis een ordentelijk kantoor op te bouwen. Misschien moeten we toch iets met die kosten van verplaatsing doen. Op welke manier, dat moeten we ook met elkaar een beetje ontdekken. Ik geloof niet zo heel erg dat we
laten we zeggen, het hybride werken of het nieuwe evenwicht bereiken op dezelfde manier als we de corona hebben bestreden, namelijk met maatregelen van boven. Nee. Oké. Okay. Ik ga meneer Boelhouwers, er is een vraag voor u, ik weet niet van wie, maar er staat investeren in infrastructuur is best duur. En niet gek dan nog eens naar te kijken naar aanleiding van een rapport als deze. Immers, andere investeringen laten ook op zich wachten. Nou, kijk, wij maken nu plannen tot 2040. En in die tussentijd gaan we echt nog wel onderzoeken doen. En als er nieuwe inzichten zijn, moet je dat ook altijd bijstellen. Want je moet geen geld verkeerd uitgeven. Dus dat is altijd belangrijk. Dus niemand heeft de volledige wijsheid in pacht. Maar de opmerking die ik straks even wilde maken is dat ik zei van we hebben nog wel economische en groei van mensen. Dat geeft extra mobiliteit, dus zullen we ook een beetje moeten faciliteren. Dat is het punt eigenlijk wat ik wilde maken. Ik denk wel als het gaat om thuiswerken dat we ook eerlijk moeten zijn. En dat kwam in de discussie ook wel een beetje naar voren. Er zijn ook negatieve effecten hieraan. Hè? Je moet er ook goed op letten. Kijk, als mensen heel veel verder weg gaan wonen, dat is nu nog een kleine beweging. Maar we gaan nu allemaal naar Bronkhorst. Nee, ja. Die was zo enthousiast, ja. Het is trouwens ook een prachtige gemeente, kan ik zeggen. Ja. Ik woon zelf in Arnhem, dus dat is niet verder vandaan. Maar kijk, als je die woonvoorkeur, dat gaat pas in een periode van 10 jaar. Hè, dat gaat heel langzaam. Maar stel nu dat mensen echt structureel veel verder gaan wonen. Dan gaan ze uiteindelijk meer kilometers maken. Meer, toch deels nog niet, denk ik, helemaal verduurzaamd. Dus ook nog deels synthetisch. Dus dat moet je ook niet willen. Wat net al werd gezegd, als mensen dezelfde dag uitkiezen, hetzelfde moment, krijgen we hyperspitsen. Ja. Moeten we ook niet willen. Dus we moeten in die experimenten die mijn collega Schuring al noemde ook wel kijken van wat gebeurt er nou precies. En dat we ook effecten die we niet willen, dat we die ook wel een beetje tegen zien. Die regionale afspraken waar meneer Fuk het over had van de NS, die zouden gestimuleerd moeten worden, zegt hij. Doen jullie dat al? Ja, nou, wij waren natuurlijk wel voor corona bezig met tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Ja. We waren ook voor corona al bezig met MaaS, hè. Dus gewoon Mobility as a Service, als een dienst. Door corona moest het ineens, hè, dat thuiswerken. Ja. Dus die geforceerde situatie heeft heel veel extra gedaan. Ook voor mijzelf. Ik ben veel handiger met die schermpjes geworden dan daarvoor. Dus je hebt mogelijkheden gekregen om dat nu vast te houden. En de vraag die wij ons stellen is hoe hou je dat momentum nu vast? Ja. Dat je gedrag wat in een geforceerde situatie werd getoond, kunt vasthouden in een niet geforceerde situatie op een duurzame, op een permanente manier. Want Hans, dan ga ik even naar jou. Want dat was ook jouw vraag, hè? Eigenlijk, of jouw wens eigenlijk. Hè? Dat je zei van welke vragen moeten we ons zelf stellen naar aanleiding van dit rapport, vroeg ik in het begin. Toen zei je precies wat u ook zegt. Hoe kunnen we nou het momentum pakken om dingen anders te gaan doen? Of in ieder geval om te kijken. En daarom wil ik toch eventjes terugkoppeling maken, hè, over die integrale mobiliteitsanalyse. Ja. Dit rapport is geen raming. De integrale mobiliteitsanalyse zijn ramingen. Van wat zullen de trends zijn en hoe vertalen we die door naar. Mm-hmm. En wij hebben ook in onze bijdrage aan die integrale mobiliteitsanalyse gezegd, jongens, hè, corona zal leven, het zal lading zijn tot onzekerheid. Dus, maar die onzekerheden vallen nog een beetje binnen de bandbreedtes van die integrale raming. Maar daar gaat dit rapport niet over. Dit rapport gaat niet over ramingen. Dit rapport gaat over, we vragen aandacht voor de denkruimte. Ja. Een soort van, weet je, we hebben iets meegemaakt de afgelopen 2 jaar. Ja. Een soort van een natuurlijk experiment. Mm-hmm. Dat je nooit van zijn leven op die schaal zou kunnen doen. Dat heeft effecten gehad. Dat hebben we gezien. Ja. Laten we nou even met elkaar de ruimte creëren om na te denken over wat daar gebeurd is. Om daar de kansen uit te pakken en met die kansen iets te gaan doen. Ja. Voordat we weer terugvallen in het oude normaal. Ja. En dat is eigenlijk, het appel wat we doen. Ja. En wat ik van vanavond heb meegenomen, overigens, dat ik dat even mag geven, is dat die denkruimte nog veel breder is dan wij in het rapport hebben geagendeerd. We hebben maar een fractie van wat er aan de orde is geagendeerd. Dat gaat over woon-werkverkeer, het gaat over wonen. Wat hier aan de tafel is gepasseerd, gaat over veel meer. Hè. Dat gaat over de kwaliteit van de leefomgeving, de kwaliteit van de woonomgeving. Ja. En dan gaat bij mij ook allerlei belletjes, hè, rinkelen van kijk eens wat er gebeurd is in onze parken, in de steden, tijdens corona. Weet je, die druk op die openbare ruimte, hoe gigantisch die was. Nou, de natuur ook gewoon. Ja, nou, en wat impliceert dat nou, weet je, voor onze manier van nadenken over die woonomgeving, de leefomgeving? Welk comfort willen we individualiseren, hè, dat in de woning gerealiseerd moet worden? Welk comfort wil je collectief maken in de wijk?
als groenvoorziening. Dus het was een appel om die denkruimtes even te agenderen. Maar hoe groot is dan eigenlijk, dan wil ik dat aan jullie vragen, hoe groot is dan de kans dat we gewoon teruggaan en dat we dit momentum niet pakken? Je ziet punt 1. Laat ik nou op mezelf maar nemen. Ik heb heel veel thuis gewerkt. Op een gegeven moment ben je die schermpjes ook wel even zat. Ja. Dus je ziet een beetje terugveren gedrag. Dat is eigenlijk al niet goed om het vast te houden. Nee. Dus je moet nu we een beetje terugveren, dat zie je al, extra experimentruimte bieden aan mensen om te zeggen, dat hebben we nou geleerd. En op welke terreinen zou je dat willen doen? Nou, gewoon mensen daar ook toe oproepen. Zeggen van, nou, je hebt in die... Wij hebben nu op ons eigen, laat ik zeggen, ons eigen kantoor, laat ik het maar dichtbij houden, want anders dan heb ik weer hele verheven verhalen. In ons eigen kantoor hebben we nu bewust allemaal experimenten georganiseerd voor mensen die gaan uitproberen, hybride werken, ook combinatie op het scherm en fysiek aanwezig. Groepsontmoetingen, want ja, die zijn sowieso gewenst. Hoe vaak dan? En wat voor samenstelling dan? Kan dat soms toch ook wel hybride? We hebben zelf een keer als bestuursraad gewoon op de hei het gewoon via de WebEx gedaan. Dus niet bij elkaar komen, want op de hei, ja, dan moet het toch wel allemaal elkaar. Nou, ging best goed, hè? Een keer ervaring. Dus doe die experimenten, wissel die ervaringen uit. Ja. En ga een beetje nieuw normaal met elkaar creëren. Maar ook een beetje learning by doing. Want de geforceerde situatie van corona kun je niet 1-op-1 overzetten op de niet geforceerde situatie na corona. Dus we moeten nu het even samen ontdekken. Maar blijf ermee bezig. Ja. Als je er geen aandacht aan schenkt, dan veer je weer terug in de hele oude situatie. Maar dat zou zonde zijn. Maar ik hoor aan de andere kant zeggen, we hebben wel gewoon ons beleid uitgestippeld. En dat is ongoing. We hebben niet hebt u een onderwerp bijvoorbeeld waarvan u zegt van, nou, dat zou ik nou eigenlijk een beetje stop willen zetten? Nou, sterker nog, dat gaf ik al in onze integrale mobiliteitsanalyse, hebben al flink thuiswerken meegenomen. Dus het moet ook wel gebeuren, zou ik zeggen. Want anders dan zitten we nog met extra investeringen. Dus alle reden om hier echt aan te trekken. Een ander punt, hè, wat u maakt over de kwaliteit van de leefomgeving. En hoe we steden moeten inrichten, waar de wethouders ook over spraken. Dat is wel aardig om te vertellen. Maarten en ik zijn bezig met alle departementen om te kijken hoe je, misschien kan je het wel kunnen noemen, de grote verbouwing van Nederland. Ja. Want we hebben natuurlijk de stikstofproblematiek, de landbouw, we hebben de buien. Hoe we dat met elkaar nou moeten gaan doen. Ja. Want er ligt ook een enorme kans, hè, om met alles wat we nu hebben op dit moment, het op een nieuwe manier, een meer geïntegreerde manier te doen. Het is best wel erg leuk. Ja, en dan vraagt Riette Zonneberg aan ons, maar de urgentie is heel groot. Ook als je gaat kijken naar de woningnood in het land. Zijn we dan niet te laat als we nu weer ruimte pakken om dingen, of we nou ruimte nemen en zoeken om anders te gaan denken? Moeten we niet gewoon... Ja, dat zou een misverstand zijn. Dus ik denk niet dat je... terwijl je ruimte neemt, niks doet. Ik zou zeggen, we moeten vooral door met woningen bouwen. Ja. We hebben de afgelopen 4 maar jaar... Maar ook op de manier zoals we het voorheen al hebben gedaan. Want daarvan zeggen we hier aan tafel... Nou, volgens mij hebben we net iets over gezegd. Ja. Hè? Dus je moet rekening houden met wat we hebben geleerd door corona. Dat nabijheid en leefomgeving net zo belangrijk zijn. Dat je duurzaamheid meeneemt. Omdat dat ook voor woonkwaliteit van belang is. Mm-hmm. Ja, we hebben de afgelopen 4 jaar 80.000 woningen per jaar gebouwd. De 4 jaar daarvoor 60.000 woningen per jaar. En dat moet de komende jaren naar 100.000. Hè. Dus we moeten nog een keer de stap maken die we al hebben gemaakt. Ja, daar moeten we niet mee stoppen nu. Hè, omdat we ruimte nemen om na te denken. Maar wat we wel moeten doen is bij het bouwen van die woningen nadenken over onder welke voorwaarden doe je dat. En waar doe je het. En met welke kwaliteit. Ja. Nou, daar zit denk ik de opgave. En... ik denk dat de randvoorwaarden ook politiek daarvoor zo langzamerhand goed zijn. Ja. Er is ruimte om meer geld te investeren in woningbouw. Dat is voor de komende jaren enorm nodig. Ja. Natuurlijk ben ik optimistisch. Ja, dat stonden jullie hier niet. Nee. Dank jullie wel daarvoor. Dank je wel, Hans. Dank je. Wij gaan afsluiten. Dank jullie wel. Ja, dank je wel. Dank jullie wel. Ik ga eerst naar de kijkers thuis. Dank jullie wel dat jullie erbij waren en het misschien nog zo lang vol hebben gehouden. En dank ook voor de input voor de chat. Wij wensen jullie een fijne avond verder en je moet helaas thuis aan de borrel. Behalve mevrouw Kluizenaar, die is net die komt hierheen spoorslags om met ons hier aan de borrel te gaan. Dus alvast dank dat jullie er waren en tot volgend jaar bij de Nacht van de Leefomgeving.